we've allowed the cancer of relativism to infect us, so we think there are no shared universal values, and there is no freedom without those shared universals. Vrijheid is iets wat je niet kan waarderen wanneer je het helemaal hebt. Je moet het een tijdje niet hebben en dan pas begrijp je wat je mist. Reverse the question: can art destroy the world? And I think it can. You can choose either to be abused or not. The political news is robust. The safety of journalists. We hacked into the audience, and then all of a sudden 300 phones would ring, you know? Ja, goedenavond iedereen. Welkom dat jullie er zijn. Hartelijk welkom. Mijn naam is Tim Wagemakers. Ik ben programmamaker bij de Bali. En fijn dat jullie met zoveel zijn, want we staan sterk geprogrammeerd volgens mij. Ik denk dat er sommige mensen, ik zag gewoon een Tweede Kamerlid die denk ik heel blij is dat hij niet Studio Sport hoeft te zien vanavond. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die het jammer vinden dat ze het moeten missen. Fijn dat je er bent, Peter. Ja. En we hebben ook nog volgens mij de finale van Heel Holland Bakt. Maar als we een beetje tempo maken, dan kunt u daar nog het einde van meemaken. Er komen nog wat mensen binnenlopen. Dus wees een beetje coulant voor degene die nog dat laatste plekje aan het einde moeten hebben. Even heel kort. U bent in de Bali en wij zijn in de Bali benaderd door drie linkse partijen. Daarom staat er ook zo'n mooie disclaimer op de site. Dit programma is een initiatief van PvdA, GroenLinks en SP. Omdat wij het belangrijk vinden dat partijen hun visie en hun manifestie hier kunnen bespreken en delen, dachten wij dat is een goed idee. Maar vanavond is het vooral ook voor u en voor onze moderator Martijn de Greve om te testen wat dat nou precies betekent. Want linkse samenwerking is zo'n woord waar je veel van hoort, maar soms wat minder van terugziet. Dus ik denk dat we vanavond eens op zoek moeten gaan hoe concreet, hoe haalbaar en hoeveel concrete actiepunten dit manifest nou heeft. Laten we snel gaan beginnen. Vanavond doe ik dat gelukkig niet alleen. Of ik hoef zelfs helemaal niks meer te doen. Want ik heb Martijn de Greve en die zal verder de avond uitleggen. Veel plezier en geef me een warm applaus. Martijn de Greve. Dank u wel. Goedenavond. Dank u wel. Dames en heren, voor de mensen die nu binnenkomen. Ik zie vooral zijn plek aan de zijkant vrij zijn. Dus soms moet je volgens mij met z'n allen in zo'n heen rij. Nou ja, dat kan ook. Je kan ook iemand voorlangs laten gaan. Laten we even zorgen dat iedereen een plekje heeft. Ik zie inderdaad iemand wijst daar bovenin. Heel goed, twee plaatsen wordt er aangegeven. Laten we even iedereen een plekje geven. Ondanks de eclatante overwinning van Ajax, 4-1 dames en heren, heeft u ervoor gekozen om hier te zijn. Er gaan twee handen lucht in. Van meneer Quint blijven de handen in de naar beneden. Dames en heren, even dat we weten wie we in de zaal hebben. Goedenavond, komt u binnen. Kijk, kan even een vinger in de lucht waar we nog een plek zien. Ik zie bijvoorbeeld daar, of niet, is dat niet vrij? Ja. Kijk eens aan. Dit is ook al een soort linkse samenwerking, dames en heren. Dus u moet juist. Ja. Twee plekken daarachterin, meneer. Drie plekken in de aanbieding. Een soort openbare veiling. Drie. Heel goed. Hou dat vast, dat gevoel. Goed, dames en heren. Ja, Tim zei het net al even. U heeft het. Heeft u het allemaal? Mag ik even de vingers doen? Heeft u het allemaal een beetje iets van gelezen al? Bijvoorbeeld het Parool gisteren. Ja? Oké, heel goed. We gaan eigenlijk een vrij overzichtelijke avond in. We gaan natuurlijk de drie lijsttrekkers direct naar voren halen. We gaan hun natuurlijk vragen een toelichting te geven. Tim zei het al even. We willen natuurlijk weten, samenwerking, wat is dat? Is dat een pact waarin je mekaars handen vasthoudt? Een soort lijstverbindingachtig? Of is het een intentie? Dat gaan we beproeven. We gaan kijken naar het manifest wat geschreven is op de zes thema's. Maar het belangrijkste wat ik tegen u kan zeggen is, mijn rol is vandaag eigenlijk totaal niet interviewer, eigenlijk niks meer dan moderator. Het is aan u zo direct om alle vragen te stellen die u belangrijk vindt. We gaan alle drie de lijsttrekkers de kans geven om het een en ander toe te lichten. En eigenlijk het eerste blok zal ik zelf het interview doen. Dat gaat een beetje over de bestendigheid van het pact. En daarna gaan we de thema's induiken. En ik zeg u erbij, Tim zei, ik heb daarna niks meer te doen. Daar vergist hij zich schromelijk in. Want hij krijgt zich met een microfoon in de hand, gaat hij de hele zaal doorrennen op zoek naar uw vragen. Toch Tim? Zo is het hè? Ja, heel goed. Heel goed. Voordat we dat gaan doen, hebben we het volgende voor u. Floor Milikowski, geef er een warm applaus. Ga maar staan.
Floor is onderzoeksjournalist voor De Groene, met een warm hart voor Amsterdam. Nog specifiek het gemeentebestuur en nog specifieker ook vaak de gemeenteraad, hè? Klopt. Nou, vooral voor de stad eigenlijk. Voor de stad, hè? Maar de gemeentebestuur en de gemeenteraad hebben nogal een rol. Juist. Jij hebt, en dat doe je waarschijnlijk vanuit je werk sowieso al, maar je hebt nog een keer diep in het regeerakkoord gekeken. En vooral wat de consequenties zijn van dat akkoord voor de gemeente Amsterdam. Dat klopt. De vloer is van jou. Ga je gang. Dankjewel. Beste dames en heren. In het Parool stond een dag na de presentatie van het regeerakkoord een artikel van mijn zeer gewaardeerde collega Michiel Cousy samen met Ruben Koops. De kop luidde: nieuwe regering laat Amsterdam in de kou staan. Cousy en Koops wezen erop dat het nieuwe kabinet geen enkele specifieke aandacht heeft voor de grote vraagstukken waar wij hier in de hoofdstad mee worden geconfronteerd. Betaalbaarheid, wegen die dicht slibben, overlast van vliegtuigen. Amsterdam wordt in het regeerakkoord slechts één keer bij naam genoemd. In een korte passage over de opslag van warmte en van CO2 in de Rotterdamse haven staat de zin: soortgelijke verkenningen zullen ook plaatsvinden in Amsterdam en het Westland. Verder helemaal niets. Het zegt denk ik veel over ons Amsterdammers dat wij gepikeerd zijn als er tijdens de formatie voor een landelijk kabinet geen apart hoofdstuk aan onze stad is gewijd. Het is waarschijnlijk ook precies de reden dat de andere 16 miljoen Nederlanders blij zijn dat wij geen specifieke aandacht krijgen. In een tijd waarin tegenstellingen constant worden uitvergroot, is het op zich bewonderenswaardig dat vier partijen met zulke grote verschillen in achtergrond en ambitie erin zijn geslaagd om tot een gezamenlijk idee te komen over de toekomst van Nederland. Het NRC noemde Rutte 3 een kabinet van bakfiets en kerkbank. Het individu en de gemeenschap. Het Wilhelmus in de klas en genderneutrale registratie bij de overheid. De bakfiets dus en de kerkbank, links en rechts. Amsterdam dus en de rest. Precies zoals het in het echt ook is. Ik had ook de hoop dat er aan de onderhandelingstafel in Den Haag specifieke aandacht zou zijn voor de toekomst van Amsterdam. Of eigenlijk vooral voor de positie van Amsterdam in ons ruimtelijk economisch systeem. Sinds er geen landelijk beleid voor ruimtelijke ordening meer is, is het zoeken naar de verhoudingen tussen verschillende delen van het land. En is het zoeken naar de mogelijkheden per stad en per regio. Wie heeft de regie? Wie heeft de macht en de middelen? Wat is de collectieve ambitie, de doelstelling waar we samen aan kunnen werken? Gedwongen door een gebrek aan landelijke visie wordt in alle afzonderlijke delen van het land nagedacht over een eigen toekomst. In Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt hard gewerkt om ondanks de bevolkingsafname de economie draaiende te houden en een aangename woonomgeving te creëren voor mensen die wel blijven. Rotterdam, de verliezer van vandaag, doet zijn best om de stad en de economie aan te passen aan de moderne tijd. Ik ben ook geboren Amsterdammer vandaar. Ze doen hun best om de stad en de economie aan te passen aan de moderne tijd en klaar te stomen voor de toekomst. Wij hier in Amsterdam worstelen met de keerzijde van ons eigen succes. Na meer dan 30 jaar van bevolkingsgroei, economische groei en groei van het aantal bezoekers lijken we de grens van ons eigen voorstellingsvermogen te hebben bereikt. Het is vol, het is druk, het is duur. Maar we zijn ook de grootste en de rijkste van het land. Amsterdam staat hoog in allerlei internationale ranglijstjes. Leefbaarheid, het culturele aanbod, de aantrekkingskracht op internationale bedrijven, expats, hipsters, het is allemaal dik voor elkaar. Maar er zijn ook andere lijstjes waar we steeds hoger op scoren. Vierkante meterprijzen, het aantal inwoners, het aantal toeristen per inwoner, de tweedeling tussen kansarm en kansrijk. Naarmate Amsterdam zich meer profileert als internationale trekpleister en als internationaal economisch centrum, wordt de stad geconfronteerd met ongewenste gevolgen. Wij staan daarin niet alleen. Steeds meer steden wereldwijd worstelen met de vraag hoe je economisch succesvol kan zijn zonder een enclave te worden voor de internationale elite. Of zoals het tegenwoordig heet, de global nomads. Cosmopolitische nomaden die de wereld overreizen van studie naar stage, van werkplek naar vervolgopleiding. Amsterdam, Londen, Barcelona, New York, Singapore, Tokio, het maakt allemaal niet uit. Samen vormen deze steden het netwerk waarin een steeds grotere groep kenniswerkers en creatievelingen zich moeiteloos voortbeweegt.
Voor een jonge bankier op de Zuidas is Hongkong net zo dichtbij als Utrecht. Het is interessant om te zien dat er in de internationale media en literatuur volop aandacht is voor de wijze waarop deze steden losgezongen raken en het contact met het thuisland eigenlijk verliezen. In kranten en tijdschriften wereldwijd worden pagina's volgeschreven over de stijgende vastgoedprijzen en de rol van internationale beleggers, ook hier in Nederland, ook hier in Amsterdam. Overal nemen de zorgen toe over onbetaalbaarheid en ontoegankelijkheid en over de impact van massatoerisme op de leefbaarheid van populaire steden. Zelfs Richard Florida, auteur van The Rise of the Creative Class en de bedenker van de definitie van de creatieve klasse, gaf eerder dit jaar schoorvoetend toe dat hij het niet had zien aankomen. Bij de aankondiging van zijn nieuwe boek, The New Urban Crisis, zei hij: niets had mij kunnen voorbereiden op de uitdagingen waar onze steden vandaag voor staan. Enerzijds de gentrification en de hypergentrification in steden als New York, Los Angeles en San Francisco, Londen, waar de ultrarijken hele buurten opkopen. Anderzijds de voormalige Rustbelt-steden die er niet in slagen om een nieuwe weg naar succes te vinden. Het goede nieuws is dat de situatie in Amsterdam nog bijzonder rooskleurig is ten opzichte van Londen of New York. Maar dat neemt niet weg dat er sterke behoefte is aan een antwoord op de vraag: hoe houden we Amsterdam betaalbaar, divers en dynamisch en tegelijkertijd economisch gezond en internationaal concurrerend? Vandaag presenteren deze drie fractievoorzitters van de drie linkse partijen een manifest waarin ze zich afzetten tegen het beleid van het nieuwe kabinet. Straks meer over de inhoud, maar u zult de richting waarschijnlijk ongeveer kunnen raden. Marjolein Moorman, Laurens Evens en Rutger Groot-Wassink zijn boos over verdere afname van de sociale woningvoorraad, over bezuinigingen op onderwijs en zorg en een gebrek aan ambitie op het gebied van duurzaamheid. Misschien is de boosheid terecht. Amsterdam zou zeker gebaat zijn bij een duidelijke visie van het kabinet op de toekomst van de stad. Maar we leven nu eenmaal in een tijd waarin Nederland het moet doen zonder visionaire leiders. Ook hier in Amsterdam kunnen we wel wat meer visie gebruiken. Wat voor stad willen we eigenlijk zijn? Wat zien we voor ons als we denken aan Amsterdam in 2040? Wat is onze ambitie? Niets doen is geen optie. Het succes van nu is niet vanzelfsprekend. Het kan zomaar voorbij zijn. De verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze stad ligt niet in Den Haag, maar ligt hier in Amsterdam. Liberalisering, decentralisaties en bezuinigingen zijn nu eenmaal een feit. En daar hebben alle partijen in de loop der jaren op een of andere manier wel een rol in gespeeld. Voor de komende jaren is het vooral de uitdaging om te zoeken naar de aanknopingspunten die het regeerakkoord wel biedt. Want die zijn er wel degelijk. Er wordt een nieuwe deur geopend voor het opwekken van duurzame energie en het creëren van een circulaire economie. Er is ruimte voor overleg over financiering vanuit het Rijk voor regionaal openbaar vervoer. Er is eindelijk aandacht voor koop- en huurwoningen in het middensegment. En de hypotheekrente wordt eindelijk aangepakt, waardoor de opgeblazen woningmarkt op den duur misschien in wat rustiger vaarwater zal komen. Bovendien komt er een einde aan de onaantastbare positie van de auto als vervoersmiddel. Je kan het kleinigheden noemen, maar het zijn cruciale beleidsveranderingen die een grote rol kunnen spelen bij het vormgeven van de stad van de toekomst. De problemen waar Amsterdam nu mee worstelt zijn niet van de ene op de andere dag ontstaan. En we zullen ze ook niet van de ene op de andere dag kunnen oplossen. Daarvoor zijn ze veel te complex. De drie partijen die hier vandaag aanwezig zijn, zou ik dan ook iets willen vragen. Neem verantwoordelijkheid. Kies niet voor een wijzende vinger. Verval niet in het ouderwetse links-rechts denken. Daarmee doe je geen recht aan de ongrijpbare diversiteit van Amsterdam en ook niet aan de complexiteit van die vraagstukken. Maar kom met een verhaal. Een toekomstbeeld van Amsterdam waar iedereen zich in kan vinden. Een verhaal over een bruisende, cosmopolitische stad met een zachte kant. Een stad waar plek is voor zowel internationaal toptalent als voor geboren Amsterdammers. Voor koopmannen en voor kunstenaars. Voor vluchtelingen uit Afrika, maar ook voor gelukszoekers uit Heerhugowaard. Een stad die zich niet blind staart op de eigen zorgen, maar ook aandacht heeft voor de problemen in de rest van het land. Als jullie me dat verhaal kunnen vertellen, dan stem ik op 21 maart graag op een van de linkse partijen. Floor Milikowski, dankjewel. APPLAUS.
Dames en heren, hoog tijd om de drie auteurs van het pact naar voren te halen. Dames en heren, warm applaus. Wethouder, lijsttrekker SP, Laurens Ivens. Fractievoorzitter, Partij van de Arbeid, lijsttrekker Marjolein Moorman. Fractievoorzitter, lijsttrekker GroenLinks, Rutger Groot-Wassink. Zo, wie kwam er met het idee? En niet allemaal tegelijk zeggen. Nee, ja, laten we wel wezen. We lopen allemaal al even in Amsterdam rond en in de politiek rond. En je ziet dat steeds vaker linkse partijen elkaar weten te vinden. En dat is ook nodig in deze stad. Dus eigenlijk als je gewoon kijkt naar de afgelopen jaren... waar het stadsbestuur een stadsbestuur is wat elkaar weet te vinden... terwijl er grote verschillen zaten... met name VVD, D66 aan de ene kant, SP aan de andere kant... zie je dat de gemeenteraad af en toe wel heeft gezegd... ja, wij gaan wat bijsturen. Ja. Wij gaan wat bijsturen en dat gebeurt bijna altijd vanuit links. En even later zijn meestal, want het gaat niet over links-rechts, Floor, helemaal klopt. Even later zijn rechtspartijen enthousiast. 2 weken geleden zagen we vol trots... allemaal D66'ers zeggen hoe goed het toch is dat de branchering in de binnenstad is ingevoerd. Dat je dus niet meer alleen maar die toeristische winkels had. Dat is een links initiatief. Vanuit de drie linkse partijen geïnitieerd... met steun van Partij voor de Ouderen en Partij voor de Dieren... die hebben dat in gang gezet. U heeft het initiatief... En daarna is de hele stad blij. U heeft het initiatief genomen? Nee, dat doe je dus met elkaar. Dat probeer ik hier te betogen. Dus net met een huwelijk, er begint er altijd eentje. Ja, en elke keer is het een ander. Want het ene, ja, wie was in dit geval? Wie was in dit geval? Nou, volgens mij zijn we... want we ontmoeten elkaar wel eens. Ja. En volgens mij... Ik weet... We hebben denk ik allemaal wel gezegd... oh god, we maken ons grote zorgen over wat er vanuit Den Haag op ons afkomt. Nou, we praten wel vaker met elkaar. En ik denk dat we allemaal zien dat, dat Amsterdam echt op een kantelpunt staat. En dat we nu echt voor fundamentele keuzes staan. En ik ben het ook erg met Floor eens. Want de vraag van wie is de stad nou? Of wat willen we nou met de stad? Die hebben de afgelopen jaren misschien wel voldoende beantwoord... en je moet daar echt wel in gaan kiezen, omdat het anders echt een kant op gaat die denk ik ons allemaal niet zint. En het regeerakkoord was denk ik meer een praktisch moment om dat met z'n drieën aan te pakken. Volgens mij willen ze gewoon een smeuïg blikje behind the scenes. Nee, maar, hoe is het nou? Dames en heren, het gaat me even... kijk, anders wordt een flauw spelletje. We hebben natuurlijk heel vaak gezien dat door allerlei redenen linkse samenwerking niet lukte. En dat had ook vaak te maken dat een van de drie initiatiefnemers dan er net een slechts voor stond, waardoor die andere twee dachten, goed idee, maar nu even niet. Ja, maar... Dus ik vind het relevant in die zin, als jullie nu met z'n drieën hier zitten, dat pact gisteren in het parool hebben geplaatst, ben ik reuze benieuwd waar het initiatief van deze samenwerking vandaan komt. Volgens mij wat Laurens net ook aangaf en wat heel erg zo is, is dat we de afgelopen jaren elkaar steeds meer hebben gevonden. En dat zag je bijvoorbeeld vlak voor de zomer met het woonakkoord. Hè, waarbij we hebben besloten, we gaan alles wat we bouwen hier in Amsterdam volgens een 40-40-20 principe doen. Dus 40 sociaal, 40 midden, 20 in het hogere segment. Uiteindelijk wilde D66 dat niet steunen en toen hebben Rutger en ik dat wel gesteund. Waardoor Laurens zijn voorstel er doorheen kreeg. Dat zijn wel momenten dat je vertrouwen begint te krijgen. Dat je vaker met elkaar om tafel zit en dat je dus ook samen met elkaar praat. Ik vond jullie altijd al wel aardig hoor. Dat goed gaat, dat weten heel veel mensen, Rutger. Is het lastig om te zeggen dat je initiatief genomen hebt? Nee, maar dus daar, dan zouden we de appgroep er even bij moeten pakken, zeg maar. Nee, maar dat ik het weet. Volgens mij was Laurens die de eerste zei, hey, met dat regeerakkoord, ik maak me daar zorgen om. En hebben wij gezegd, ja, dat is terecht. Laten we er een keer koffie over drinken. En volgens mij is het daar begonnen. En in een paar dagen, 2-3 dagen... hadden we uiteindelijk ook dit geschreven en was dat geregeld. En dit kon alleen maar omdat wij een jaar geleden al op initiatief van de Partij van de Arbeid een debatje hebben gehad in een kleine zaal. En omdat Rutger ondertussen een WhatsApp-groep voor ons drie had aangemaakt, waardoor we al vaker met elkaar weten te vinden. Dus ja, ik vind het echt een beetje moeilijk. Dit is gegroeid en is niet ontstaan opeens. Tot zover de emotionele aanlooproute. Ik wil even, het wordt een pact, een links pact. De hashtag staat daar in beeld. Wat is een pact eigenlijk, Rutger? Nou ja, wat mij betreft is het een samenwerking waarin we zeggen, luister, precies wat ik net zei, hè, we staan echt denk ik voor belangrijke ontwikkelingen in de stad. En is een pact dat we eigenlijk zeggen, wij hebben op deze onderwerpen, in elk geval deze onderwerpen, want we hadden natuurlijk nog wel meer kunnen schrijven, maar ja, je wil ook weer niet lezers al te veel vervelen. In elk geval op deze onderwerpen is onze oplossingsrichting dezelfde.
En wat mij betreft betekent het dus ook, ongeacht wat er nou 21 maart gebeurt, dit zijn punten waar wij ons gezamenlijk voor inzetten en waar je mij, en ik neem aan hen ook, op af kunt rekenen. Hoeveel ruimte zit er tussen een pact en een lijstverbinding, Laurens Ivens eigenlijk? Veel, want een lijstverbinding is eigenlijk alleen maar dat je zegt, ik verbind lijsten en eventuele reststemmen, restzetels kunnen dan verdeeld worden. Dat is een administratieve bezigheid. Een pact kent ook inhoud. Ja, en dat is, een pact is wat dat betreft veel sterker. Lijstverbinding heeft ook wel inhoud. Dat je het liefst de restzetels bij een ander laat komen. Dat betekent het, de lijstverbinding. De lijstverbinding is afgeschaft. Maar dit pact betekent even lijsten. Ik heb nog niet eens een lijst. Volgens mij zijn we allemaal formeel nog lijsttrekkers zonder lijst, formeel. Dus wat dat betreft, lijsten kan je nog helemaal niet verbinden. En wij vinden het wel goed om op dit moment al te zeggen, wij willen dat Amsterdam wel een kant kiest, een kant op gaat, waarbij rechts, de rechts met de Bijbelregering een bepaalde richting kiest, zeggen wij, wij willen dat onze stad de sociale stad blijft. En dat is een inhoudelijk pact. Okay. Marjolein Moorman, is het denkbaar, als er een college gevormd moet worden na 20 maart volgend jaar, dat één van jullie drie, of misschien wel twee van de drie, richting het college gaan en de andere achterblijft? Nou, kijk, wij hebben natuurlijk in 2014 gezien dat één van ons drie, inderdaad met D66 en VVD. Dat zeg ik zonder enig verwijt, want er moest een coalitie gevormd worden. En misschien was het vertrouwen tussen ons drieën toen ook nog niet zo sterk als dat inmiddels er wel is. Het zou mij heel erg verbazen als één van ons drieën een nieuwe coalitie met D66 en de VVD weer mogelijk zou maken. Dus het kan wel, maar het zou u verbazen? Ja, ze zeggen in politiek kan altijd alles, maar ik denk dat als een van ons drieën dat doet, dan heeft diegene ontzettend veel problemen met de andere twee. En dat is eenmaal. Het is een belangrijk punt. Kijk, als jullie met z'n drieën zeggen, wij houden mekaars hand ook vast in die verkiezingen, heeft dat enorme implicaties voor het hele veld. Rutger Grootwassink. Ja, ik kijk er helemaal niet zo naar. Volgens mij is dit bedoeld om een alternatief neer te zetten bij de verkiezingen. Omdat we willen laten zien dat het anders kan. Omdat we willen laten zien dat er allerlei oplossingen zijn die breed in de Amsterdamse politiek gedragen worden. Hè? Ik bedoel, wij drieën zijn een substantieel deel van de Amsterdamse gemeenteraad. En wat mij betreft is dit een verplichting om voor en na de verkiezingen daar wat mee te doen. Wat mee te doen, vind ik het de vraag. Nee, om deze punten uit te voeren. Kijk, als je het mij vraagt, dat is Hertz Sleek Links. Dus ja, niemand zou toch van mij anders verwachten dan dat ik het liefst met linkse partijen samenwerk. Ja, ik bedoel. Nou ja, kijk, ga je omrekenen, maar je zegt, 4 jaar geleden was het vertrouwen of de relatie bijvoorbeeld naar de SP minder dan dat die nu is. Het gekke is dat de SP 4 jaar geleden de kans heeft gehad om te zeggen tegen D66, wij doen alleen mee als jullie de VVD loslaten. Het gekke is, het is anders gelopen. En tegelijkertijd merkt u op dat het vertrouwen juist in dat afgelopen periode vergroot is. Leg uit. Nou, ik denk dat Laurens, die heeft zeker het eerste jaar ons toch wel regelmatig, Rutger en mij, bij de interruptiemicrofoon gevonden. Omdat het is nou eenmaal zo dat als je in een coalitie zit met D66 en de VVD, en dan weet ik ook wel van Laurens, je af en toe beleid moet voorstellen en uitvoeren waar je het liever anders zou zien. Maar ik heb ook gezien, en ik denk dat dat het belangrijkste is, dat Laurens het ook liever anders zou willen. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. U denkt dat Laurens spijt heeft van zijn collega's deelname? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om vertrouwen je elkaar op de intentie. En kijk, tuurlijk heeft Rutger gelijk. Het kan altijd. Hè? Dus het kan altijd als er een verkiezingsuitslag is, zoals in 2014, en dat het moet, dat het gebeurt. Maar het pact zoals we dat nu hier voorstellen, dat is onze gezamenlijke inzet voor de verkiezingen. Dat zouden we dus heel graag ook daadwerkelijk waarmaken. Dat willen we ook nu laten zien, juist nu er een regeerakkoord is, om te laten zien, het kan ook anders. Amsterdam, het kan anders. En sterker nog, het moet anders als je ziet wat er in dat regeerakkoord staat. Dat is wat we laten zien. En ik denk dat elk van ons drieën dat dan ook zo het liefst mogelijk ook uitvoert. En dat kan ook het beste als je dat doet met je bondgenoten. En als anderen daarbij aan willen sluiten. Ik vond bijvoorbeeld prachtig dat Erik van den Burg een tweet stuurde na het regeerakkoord, waarbij hij zei dat hij het belachelijk vond dat er wordt bezuinigd op de zorg en dan met name op de wijkverpleging. Nou, hartstikke goed. Ik bedoel, als hij dit helemaal kan ondersteunen. Nou, mooi. Ja, maar ik vind het ook. Ik vind het ook in die zin. Kijk, wat 4 jaar geleden was, dat is gebeurd. En er zijn allerlei processen die maken dat zoiets plaatsvindt, dan moet je daar helemaal niet naar terugkijken. Het gaat erom,
wat willen we nou echt voor Amsterdam? En welke keuzes maken we voor Amsterdam? En volgens mij kiezen wij op vrij fundamentele zaken, kiezen wij hier. En volgens mij is dat kiezen en daarmee dus ook zeggen, ja maar luister, dit is waar wij staan in de verkiezingsstrijd die er komt, is het belangrijkste. Maar belangrijk is ook, denk ik, voor de mensen hier in de zaal, maar voor alle Amsterdammers om te weten, is het een intentieverklaring of is het echt een stap verder en dat je mekaars hand ook echt vasthoudt in tijd dat jullie met z'n drieën als pact onder druk komen te staan? Waar iedereen mij altijd op kan afrekenen, 4 jaar geleden, 8 jaar geleden, nu ook weer, is dat je zoveel mogelijk van je inhoud wil gaan verwezenlijken. En dat is waar dit pact om gaat. 4 jaar geleden hadden we niet met ze van tevoren gezegd met elkaar, dit is een inhoudelijk verhaal wat we alle drie willen. We hadden geen handen vast, we konden ook geen handen loslaten. 8 jaar geleden hadden we nog met z'n drieën zelfs een meerderheid, wisten we elkaar ook niet te vinden. Dat zijn kansen die je voorbij laat gaan en dat wat wellicht zonde is. Maar waar je ons volgens mij is het toch juist wel interessant om even de geschiedenis in te kijken. Als u de conclusie trekt dat zonde geweest is, heeft dat implicaties naar de toekomst? Het punt is dat je op dit moment zie je dat de stad is enorm in ontwikkeling. En je ziet dat het huidige college daar voor een deel gewoon niet meer de antwoorden op kan geven. Dat is ook ergens logisch, want de verkiezingen zijn in aantocht. Dus het is weer aan de Amsterdammer is aan zet. En met die Amsterdammer aan zet en dit rechtse regeerakkoord zeggen we, ja, nu is het des te harder nodig dat wij elkaar weten te vinden op inhoud. En als straks D66, VVD, Partij voor de Dieren, Partij voor de Ouderen ook allemaal zeggen, deze inhoud wil ik, dan zeg ik maar één ding, bingo, die hebben we vast. Welke partij is de grootste vijand als het gaat om dit pact? Kom ik zo op. Ik wil één ding zeggen, wat Laurens zegt. Nee, maar, zo'n avond. Wat Laurens zegt is natuurlijk wel cruciaal. Hè? De wereld is natuurlijk wel echt anders. De afgelopen jaren hebben we ook in Amsterdam ontwikkelingen gezien die niet de schuld zijn van het college. Ik bedoel, ik mag ze graag overal de schuld van geven, maar het is niet de schuld van de partijen die nu in het gemeentebestuur zitten. Maar er zijn ontwikkelingen, als je het hebt over polarisatie tussen inkomens- en bevolkingsgroepen, vercommercialisering van de stad. Er zijn ontwikkelingen die er op andere momenten in de geschiedenis niet waren. En we zijn nu, wat mij betreft, dan echt op een tipping point. Wat willen we nou en wat kiezen we nou? En dan moet je volgens mij heel duidelijk zeggen, wij kiezen in ieder geval hiervoor. En de grootste bedreiging, dat verschilt. Als het gaat om de woningmarkt, zie ik D66, de VVD, nog wel rechts inhalen. Ik bedoel, die willen gewoon heel veel sociale huurwoningen verkopen. Dus daar denk ik, nou ja, lood om oud ijzer. Laten we die woningmarkt even bijpakken. Een heel controversieel punt is natuurlijk geweest, het punt van Erik van den Burg, is de erfpacht. Als jullie dit pact met z'n drieën sluiten, en het huidige zetelaantallen hebben jullie zelfs al bijna een meerderheid, dan zouden jullie met z'n drieën kunnen zeggen dat plan met die erfpacht, waar u knarsetandend mee akkoord moest gaan, gezien het coalitieakkoord, zouden jullie met z'n drieën gewoon kunnen terugdraaien? Ja. Dat is de vraag hoor, of dat juridisch wel ik kan. Ik heb precies. Nog sterker gezegd, weet je wie mijn bron in deze is? Erik van den Burg. Maar weet dus dat je, lijkt mij. Nou is de vraag of je één bron altijd het beste moet zeggen van, hé, dat klopt dan helemaal. Ik geef toe dat u vaker spreekt, maar ik vond het toch juridisch een hele lastige, dat zegt Rutger terecht. Je moet ook je afvragen of je dat richting Amsterdammers wil aandoen. Maar één ding weet ik wel, ik zie al in de verkiezingsprogramma's van de rechtse partijen staan dat ze erfpacht helemaal willen afschaffen. Nou, dat komt straks niet in ons verkiezingsprogramma en ook niet van deze partij. Laten we het niet extreem pakken. Laten we een grijs tintje pakken. Jij hebt het over een tipping point. En de woningmarkt is daar een exemplarisch voorbeeld van. Dan lijkt mij het onderdeel erfpacht een wezenlijk onderdeel van dat tipping point. Eens? Als jullie met z'n drieën zeggen, we willen dat anders. We weten dat u dat anders wil, maar u moest knarsetandend, moest u akkoord gaan. Jullie kunnen met z'n drieën nu zeggen, draai het terug. Mag ik hem iets groter pakken? Want dan kom ik eigenlijk bij dat punt wat Floor heeft. En het gaat heel erg over de visie en wat wil je in de toekomst voor Amsterdam. En wat ik bij erfpacht heel erg belangrijk vind, is dat de grond van Amsterdam blijft. Van ons allemaal. En dat wij dat dus zelf heel goed kunnen sturen. Vind ik dat het ook betaalbaar moet zijn. Hè? Dus ik vind niet dat mensen uitgeknepen moeten worden, maar ik vind dat de grond van Amsterdam moet blijven. Wat ik dus heel graag zou willen, is dat we de afkoop, waarbij de grond de facto niet meer economisch eigendom is van Amsterdam, dat we dat niet meer mogelijk maken. Dat betekent niet dat je het duurder moet maken voor Amsterdammers, helemaal niet. Maar laten we dat dan, en ik denk dat als ik zo om me heen kijk, dat mijn linkse broeders. We hebben dit punt niet besproken, maar ik zie hier wel een oplossing. Ja. Ik zie hier wel, want ik vind dit wel sympathiek. Nee, maar kijk, je zou kunnen kijken bij nieuwe uitgiften, vind ik dat je echt serieus moet kijken of je dat nog wel wil. Of je dat nog wel af zou kunnen kopen. Dat lijkt me heel legitiem. En volgens mij, de ontzettende snelheid waarmee we deze punten, waar we daar overeenstemming over hebben gekregen,
stelt mij wel gerust dat we straks met een bierveeltje bij een borrel, ook over erfpacht. Volgens mij is erfpacht niet tussen ons een probleem. Dames en heren, mijn bron, Erik van den Burg. We hebben vanmiddag natuurlijk even gebeld, want ik wil natuurlijk weten wat hij ook ervan vond. God. Nee, niet schrikken. Ik zei, pak je telefoon erbij en maak een filmpje en vertel gewoon wat je ervan vindt. En volgens mij kunnen we daar nu naar gaan kijken. Huh? Lieve linkse vrienden, ik twitterde het al. Mensen zeggen dat ik links ben. En ja, kijk, ik heb een Rutger Groot Wassingbaard. Als ik naar jullie kijk en zo de zaal in kijk, heb ik de juiste kleding aan. Ik sta hier in het bos, maar toch ben ik niet links, want ik ben niet uitgenodigd. Dat is heel goed voor mijn carrière en voor mijn positie. Ik vind het goed dat jullie vandaag bij elkaar komen en met elkaar kijken wat voor alternatief je wilt bieden ten opzichte van het regeringsbeleid. En ja, zoals de afgelopen 5 jaar vooral VVD bij het beleid werd uitgevoerd, zo zal ook de komende 5 jaar, of 4 jaar beter gezegd, landelijk veel VVD-beleid worden uitgevoerd. En ja, ook in dit college zie je dat het liberale geluid flink doorklinkt. Dan bedoel ik natuurlijk het geluid van de VVD, hè? Dat begrepen jullie wel. Dus het is goed dat jullie vandaag een alternatief neerleggen. 2 kleine puntjes van kritiek. 1. Jullie zijn wel heel erg somber over hoe het gaat in Amsterdam. Terwijl het in Amsterdam best goed gaat. En bovendien, kijk hoe het gaat in de rest van Nederland. Dan mogen ze ons best onze handen dichtknijpen. En 2. Jullie zeggen dat jullie kiezen voor Amsterdam. Dat vind ik niet juist. Want echt iedere partij, zelfs DENK en Forum voor Democratie, denken dat ze het goede doen voor Amsterdam. Dus jullie kiezen niet voor Amsterdam. Nee, iedereen kiest daarvoor. Alleen we maken allemaal andere afwegingen. Verder, laat zien waar jullie voor staan. Dat zal ik de komende tijd ook doen. Dan heeft de burger wat te kiezen. Dag. Ja. Maar daar heeft hij natuurlijk ook absoluut een punt. Ik bedoel, kijk, ik vind Erik, hè, een aardige man, heeft volstrekt wonderlijke ideeën. Maar ik bedoel, het is wel, dat tweede punt, dat steun ik wel. Want het is natuurlijk ook iemand echt met een hart voor Amsterdam, die zich er echt wel inzet. Maar wel met wonderlijke ideeën. Maar Rutger, wat wij natuurlijk proberen te zeggen is, wij willen heel graag dat er voor Amsterdam gekozen wordt. En wat dat betreft, toen we dat regeerakkoord lazen, ik snapte de dag erna het parool wel. Ik snapte het wel. Niet omdat het woord Amsterdam maar 1 keer in voorkomt. Want dat interesseert me ook niet. Maar ik zie een hele hoop maatregelen. Als ik door de stad loop, dan hoor je mensen zeggen, ik wil betaalbaar wonen. Ik wil dat ik fatsoenlijk kan leven. Ik wil niet van de zorg straks afhankelijk zijn, want kan ik nog wel rekenen op zorg? Die aspecten die ik hier van de Amsterdammers hoor, daar kiest deze regering niet voor. En dat is wat wij zeggen. Wij willen juist weer wel dat er gekozen wordt voor de wensen van de Amsterdammers. Waar de regering dat niet doet. En waarbij Erik van den Burg ook echt wel vanuit zijn perspectief het beste voor heeft voor die Amsterdammer. Maar ja, hij zit niet in de regering. Hoe vond u collegegenoot Erik van den Burg toen u meldde dat u vandaag hier zou verschijnen en in het pact uw handtekening zou zetten? Ik had het wel verwacht eigenlijk. Nou, ik weet dat hij zei, afhankelijk van de uitslag van Ajax ga ik wel of niet kijken. Dus ik... Ja, hij snapt deze natuurlijk. Ja, ik bedoel, hij loopt er wat langer in de politiek rond. Hij snapt dat er... hij ziet ook waarbij het Rijk een kant op kiest. Een kant die in ieder geval mij niet zint. En ons drieën dus niet zint. Dus dat je gaat zeggen, ja, dan gaan we kijken, kunnen wij een andere kant op gaan? Dus hij snapt dat wel. Hij is het natuurlijk niet mee eens. Okay. Maar even, we gaan natuurlijk naar de afronding van dit onderdeel. Daarna gaan we de 6 thema's even die jullie besproken hebben in jullie pact, gaan we langslopen. En dan zeg ik even tegen de zaal, dan bent u echt voornamelijk aan zet om daar vragen over te stellen. Maar ik wil ter afronding toch even de bestendigheid van dit pact, wil ik gewoon echt even scherp hebben. Kijk, de intentie en de inhoud waar je elkaar kan vinden, voilà, oké, akkoord. Maar het is nogal een verschil of je zegt met z'n drieën, dit is de inhoud waar we achter staan, die we zoveel mogelijk willen verwezenlijken. Of dat je zegt, wij doen dat per definitie met z'n drieën. En ik begrijp dat dat lastig is, maar ik wil die bestendigheid. Pak even in de microfoon. Nee, maar ik vind het helemaal niet zo lastig. Want nogmaals, ik geloof niet dat het iemand zou verbazen. Als wij met z'n drieën een meerderheid zouden halen, dan kies ik daarvoor. Ik bedoel, dat kan toch echt niemand verrassen? Nou, maar dit vind ik een belangrijke opmerking. Dus u zegt... Maar volgens mij kan niemand dat... Als het om mij gaat, kan niemand dat verrassen. En nogmaals, mijn betrokkenheid gaat hier wel verder in. Omdat ik, of ik nou wel of niet onderdeel ben van het gemeentebestuur, ik deze dingen hoe dan ook wil regelen, helemaal niet. Kijk, wat Erik zegt wel, jullie zijn zo aan het somberen. Ik ben niet aan het somberen over Amsterdam. Het gaat geweldig. Maar laten we vooral zorgen dat het geweldig blijft gaan. En er zijn dus wijzigingen en veranderingen voor nodig, die wij nu met z'n drieën, denk ik, omschrijven. En dus voor en na, in of buiten college,
Kan iedereen mij daaraan houden? Meneer Goordenbos, dan hou ik echt op met zeuren. Maar het gaat mij, kijk, je kan zeggen, als we met z'n drieën meerderheid hebben, dan is dat het. Duidelijk. Maar je kan ook zeggen, als we met z'n drieën net geen meerderheid hebben, dan houden we nog steeds mekaars hand vast en zoeken we er eentje bij om die meerderheid te creëren. Of zeg je dan, nou ja, dan kan het ook zijn dat we in verschillende situaties, de één of twee in het college, de ander in de oppositie, nog steeds hetzelfde pak nastreven. Maar, dat is een verschil. Alles hangt af van de verkiezingsuitslag, maar volgens mij ben ik glashelder waar ik sta. Okay. Maar Martijn, even voor de duidelijkheid. De kiezer is straks wel eerst aan zet. Vanuit SP gezien, altijd zo links mogelijk gekeken en zo zal ik ook blijven kijken. Dus daar geen misverstand over. Maar het is wel altijd aan de kiezer ook nog. De vorige keer, de verkiezingsuitslag, we vinden het logisch dat eerst maar D66 gaat kijken wat ze kunnen. Want de kiezer zei, D66 is aan zet. Dus ook hier geldt dat voor. Laten we ook alsjeblieft democraten blijven en ook nog even naar de kiezer luisteren. Maar ik denk dat wij niet een somber verhaal hebben, maar een hoopgevend verhaal. Ik verwacht dat heel veel Amsterdammers dit verhaal herkennen en dat die Amsterdammers straks in meerderheid een dilemma hebben. Welke van deze drie clubs moet ik stemmen? En dan komen we er snel uit met elkaar. Laatste vraag op deze. Marjolein Moorman. Vanochtend was natuurlijk ook het nieuws, voordat ik überhaupt de kranten, nou, op zondag kon er geen kranten, maar in ieder geval voordat ik wakker werd. Maakte Forum voor Democratie bekend wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Dat wordt columnist, opiniemaker van Geen Stijl, Annabel Nanninga. Door Thierry Baudet gelanceerd als zijn lijsttrekker hier in Amsterdam. Wat dacht u toen u het las? Nou, ik was best wel verbaasd. En dat heeft eigenlijk te maken met die eerste opmerking die Erik maakte over, die zei wel heel erg somber over de Amsterdam. Ik ben juist helemaal niet somber. Ik hou echt tot in mijn tenen van Amsterdam. Dat is precies waarom ik hier in Amsterdam in de politiek zit. En ik heb Annabel Nanninga de afgelopen tijd vooral zien schrijven dat ze Amsterdam haat. Ze wilde verhuizen, ze wilde weg en ze vond het hier allemaal maar niks. Het kan ook een motivatie zijn, hè? Dat je juist omdat je iets haat denkt, dat moet ik veranderen. Maar dat is wel echt volstrekt de tegenovergestelde motivatie die ik heb. En die, denk ik, Rutger en Laurens hier ook hebben. Dus ik kijk uit naar het debat. Ik ga graag met haar dat gesprek aan van wat zij nou precies wil. Of ze het hiermee eens is wat wij vandaag presenteren. Ik heb het vermoeden van niet, maar wie weet. Jij denkt wel echt veel meer dan ik 's ochtends. Maar, ja? Ja. Nou ja, laat dat een verschil tussen ons zijn. Nee, en als mensen nadenken op wie ze moeten gaan. Nee, maar ik dacht alleen maar bring it on. Ik bedoel, ik vind Forum voor Democratie we wisten dat ze meededen. Ik word daar niet heel gelukkig van. Maar hey, iedereen heeft het recht om mee te doen. Maar ja, bring it on. Ik zal me te vuur en te zwaard tegen hen keren. Tot zover. Wat we nu gaan doen is eigenlijk de 6 thema's die jullie gehaald hebben, benoemd hebben. En nogmaals, per thema ga ik dus even een aantal vragen stellen. En als u zegt, daar heb ik wat op te merken op de vragen, steek uw vinger op. Dan komt Tim met de microfoon uw kant op. Eerst even vooraf. 3 dingen staan er niet in. Laat ik toch even mee beginnen. Het woord toerisme komt er niet voor, het woord drukte komt er niet voor. En er staan relatief tot nauwelijks geen getallen in. Die eerste twee komen met z'n drieën makkelijk uit. En het laatste, dat is de uitwerking, komen ook nog wel uit. Oftewel, maak je daar geen zorgen over. Als je kijkt naar drukte en toerisme, hebben de drie linkse partijen in de gemeenteraad elkaar heel veel weten te vinden de afgelopen tijd. Daar staat in het regeerakkoord ook weinig over in. Dus waar het Rijk de ene kant op kiest, ik weet niet welke kant het Rijk op kiest met toerisme. Behalve dat ze Schiphol willen vergroten. En dat staat er volgens mij wel duidelijk in het akkoord, dat wij daar niets op voor hebben. De getallen, weet je, dit is geen coalitieakkoord, hè? Dit is een richting. En geloof me, daar komen we met elkaar echt wel uit als dat nodig is. Ja, en ik vind toerisme en drukte ook in zekere zin afgeleiden van een groter probleem. Namelijk de vercommercialisering van de stad. En de vercommercialisering van de openbare ruimte of van de woningen is echt veel breder dan alleen drukte, overlast en toerisme. Ja, dat is een groot probleem, hè? Leefbaarheid staat onder druk. Maar ik vind het verlagen van de winstbelasting in de hoop Brexit-bankiers hier naartoe te halen. Nou, minstens zo zorgwekkend. Omdat dat grijpt ook weer bijvoorbeeld op de woningmarkt in. Omdat dat gewoon betekent dat er mensen zijn met een enorme toegang tot kapitaal die de druk op de woningmarkt versterken. Dus volgens mij is het ook te makkelijk om het over toerisme en drukte te hebben. Ja, dat is een reëel en levend probleem in delen van de stad. Maar de kern van het probleem is veel meer dat Amsterdam een product of een ding geworden is. Waar geld verdienen centraal staat. En in die zin, Floor had het over de koopman en niet de dominee, geloof ik. Maar het is tegenwoordig wel echt de koopman. En daar maak ik me wel zorgen om.
Nou, en ik denk dat als je kijkt naar het pact zoals we dat hebben gesloten en hebben opgeschreven, dat één ding wel heel duidelijk naar voren komt. Amsterdam en de bewoners van Amsterdam staan gewoon voorop. Hè. Daar moet je voor zorgen dat het een hele fijne, leefbare stad wordt. Of dat nou gaat over de luchtkwaliteit of dat het gaat over de betaalbaarheid van de woningen. En zoiets als betaalbaarheid van woningen staat natuurlijk wel enorm onder druk door enorme toename van toerisme. Of dat nou komt door Airbnb of dat het komt door de enorme prijsopdrijvende effecten die daarvan uitgaan. Dat steeds meer panden tot hotels worden. Hè? Dus dat zijn allemaal, nou ja, eigenlijk wat Rutger ook zegt, vooral veel geld verdienen aan de stad zonder dat het echt daadwerkelijk een bijdrage levert aan de stad als mooie stad in de toekomst. Hè? Als je inderdaad kijkt naar 2040 of 2050. Ik denk dat dat wel doorklinkt in alle punten die wij benoemen. Laurens, voordat we dan alsnog echt die thema's ingaan. Ik zat me net bedenken, even die 8 onderhandelaars, hè, dus die 4 partijleiders die een secondant hadden meegenomen, is volgens mij niet 1 woonachtig in Amsterdam. En ik zie teksten bij jullie staan, bijvoorbeeld het regeerakkoord is waardeloos, het kabinetsbeleid helpt de stad niet, maar hindert. Heeft dit ook te maken met iets langs wat al lang in Den Haag sluimert, dat we misschien een tikkie op de neus krijgen voor de Amsterdamse arrogantie? Weet ik niet. Ik zat niet aan die tafels. Nee, maar als wethouder heeft hij voldoende contact met Den Haag om daar enig zicht op te hebben. Nee, maar even. Er is in Amsterdam echt iets gebeurd de afgelopen tijd. Het is geëxplodeerd. Als het nu terecht gaat bijvoorbeeld over de woningprijs. Maar überhaupt het grote geld heeft ze klauwen op onze stad uitgedaan. En met die klauwen, dat begint hier te knellen in onze stad. En dat is iets wat misschien in het land misschien nog wel meevalt. En misschien als je kijkt naar gebieden waar krimp is, zelfs dat ze zeggen, ja, laat een paar beleggers naar ons gebied toekomen. En het kabinet is constant op zoek geweest naar de middenweg. En je komt er niet uit met alleen maar een middenweg, met een gemiddelde. Wij hebben hier te maken met die schaarste. En daar heeft dit kabinet, hebben we al jaren met de verschillende kabinetten weinig van kunnen verwachten. Maar vooral nu, als ik nu naar dit akkoord kijk. Ik lees het er gewoon niet in. Ik lees vage passages. Bijvoorbeeld bij het wonen lees ik een passage. Er moet lokaal ruimte blijven. Nou, fijn, dan sta ik even te juichen, want dan kunnen we wat lokaal ruimte. Maar het aantal goedkope marktwoningen moet er komen, moet vermeerderd worden, doordat er sociale huurwoningen verkocht moeten worden. Ja, dan heb je het toch echt niet begrepen wat er in onze stad aan de hand is. We gaan niet de betaalbaarheidsproblemen oplossen door woningen duurder te maken. Ze zijn echt mechoggen daar. U schrijft in het pact, daarnaast houden we de prijzen van marktwoningen laag. Speciaal voor de middengroep. Hoe hou je marktwoningen de prijs van marktwoningen laag? Nou, dat kan je dus doen als je aan de knoppen zit in Den Haag. Is dat helemaal niet zo heel erg lastig. Er bestaat een zogenaamde puntentelling. Die puntentelling die geldt in Amsterdam alleen nog maar voor woningen die wat kleiner zijn. Die puntentelling kan je ook op wat grotere woningen van kracht laten zijn. Waardoor je zegt, een woning kent een maximale huur. En hier in Amsterdam is het al snel, als een woning 15 of 20 vierkante meter is, dan is het al gauw wat de gekke voor geeft. En ja, dat is nogal veel. Marjolein, thema wonen. U voelt hem aan, dames en heren, we zijn een thema ingerold. Als u op dit thema wonen iets wil opmerken, vragen, dan is dit uw kans. Maar ik ga eerst door naar Marjolein. Wonen. Ja, nee, het punt dat Laurens maakt, zeer zeker. Hè, dus je moet zorgen dat ook die woningen voor middeninkomens, dat die betaalbaar blijven. Want je ziet dat het in Amsterdam zo'n gekte is, dat alles wat niet beschermd is in de sociale huur direct boven de 1000 euro gaat voor 60 vierkante meter. Dus dan komen die middeninkomens er echt nooit meer tussen. Nou, daar geeft inderdaad het nieuwe kabinet, wat straks op het bordes staat, ons geen enkel handvat voor. Maar denk ook bijvoorbeeld aan beleggers. Je ziet dat nu al een enorm groot deel van de woningmarkt door beleggers wordt opgekocht, omdat er ontzettend veel geld aan te verdienen valt. Dat heet in vaktermen buy to let. Dus ze kopen het op en gaan het vervolgens voor heel hoge prijzen verhuren. Dat kunnen we tegengaan. Gaan we ook tegen in Amsterdam. We hebben net met elkaar ook daar een voorstel voor aangenomen om dat zo hard mogelijk te gaan aanpakken. Maar het zou wel enorm helpen als Den Haag daarbij zou helpen. Er staat niks over in het regeerakkoord. Een laatste punt. Ja, een moment. Gaat even zitten, kom ik zo bij u. Ik beloof het u. Een laatste punt, en daar ben ik ook echt verbaasd over, want Jan Paternotte, die hier vertrokken is uit Amsterdam, hè, die was hier fractievoorzitter van D66, heeft notabene de portefeuille Airbnb en Den Haag. En er staat echt werkelijk helemaal niks in dat hele regeerakkoord. Dus je kan dan meteen denken, wisten ze het niet? Nou, dat kan dus blijkbaar niet, want hij zit daar gewoon. In de gemeenteraad gingen ze er nog heel erg over opscheppen dat ze daar heus wel allerlei dat aan banden zouden gaan leggen. Daar staat echt
gewoon helemaal niks over in. En dat helpt niet. Ik ben blij dat ook inmiddels D66 en zelfs de VVD ziet dat het de spuigaten uitloopt. We zeggen het al heel veel jaren. Maar zelfs zij hebben nu 30 dagen in hun verkiezingsprogramma opgenomen, terwijl ze daar voor de zomer nog tegen waren. Prima, ze hebben ook het licht gezien. Maar je zou ook hopen dat zo'n regeerakkoord dat ook meeneemt. Want dat zijn nou juist de manieren om onze huizenmarkt hier echt te beschermen. Ik kom zo bij jou. Wil je nu nou ja, het is een klein punt. Ik ga helemaal niet nog meer heel inhoudelijke dingen zeggen. Maar dit illustreert denk ik heel sterk wat ook een sentiment was waarom we dit gedaan hebben. Omdat we zien dat in zekere zin landelijke regelgeving niet meer past en knelt. En we moeten zeggen als Amsterdam, wij doen het dan zelf. En wij zoeken ruimte op en claimen ruimte en nemen ruimte. Omdat wij echt te maken hebben met zaken die, ik kom uit de Achterhoek in Doetinchem, niet per se spelen. Maar dat is hier wel. Dus wij zullen dat echt zelf moeten doen. Bijvoorbeeld bij Airbnb en bijvoorbeeld als het gaat om betaalbare huurwoningen. Bijvoorbeeld als het gaat om huren vastleggen door afspraken te maken over de grondprijs en dergelijke. Goed, dank. Nu gaan we de zaal in. Ik kom zo bij u. Maar eerst die meneer, en uw vinger zie ik ook. Meneer, zegt u even wie u bent. Ik ben Bob van Schijndel. Ik heb vroeger in de gemeenteraad gezeten, 12 jaar. Maar ik wou even iets zeggen over Airbnb. Ik heb er ook vrij indirect mee te maken dat mensen dus dingen willen opkopen en er vervolgens dus gaan verhuren voor heel veel geld. Waarom staat niet in jullie akkoord een streven naar het verbieden van Airbnb? En dan kan je Uber ook gelijk meenemen van mijn part. Ja? Nou, het als eerste? Kijk, Bob. Volgens mij hebben wij juist. Kijk, wat wij hebben willen doen is een perspectief schetsen, veel meer op de grote lijn, van waar het volgens mij, volgens ons, met de stad naartoe moet. En ja, over Airbnb zijn wij denk ik snel eens. En ik denk dat wij dat daar ook wel over eens zijn. Maar laten we nou alsjeblieft niet zeggen, ja, maar dit staat er niet in en dit staat er niet. Want we hebben niet. Het streven was niet naar compleetheid. Dit is toch heel concreet. Streven naar het gebieden van Airbnb. Oké, het punt is helder. Kijk, dit is geen coalitieakkoord. En daar hebben we ook niet naar gestreefd. We hebben geprobeerd een antwoord te vinden op de belangrijkste ontwikkelingen op beleidsvelden waarvan wij denken dat ze cruciaal zijn. Ik kijk even de andere. Nee, geen toe. Ja, Marjolein, wil je iets toevoegen? Nee, ik denk dat Rutger. Ik zal je heel eerlijk antwoord geven. Wij zaten daar met elkaar bij Rutger thuis. En we waren er heel snel over uit, over de hoofdlijn. Toen dachten we nog, zullen we dat heel erg puntsgewijs doen? En toen kozen we voor, nee, het is geen coalitieakkoord. Hopelijk schrijven we straks dat coalitieakkoord. Daar ben ik ook heel eerlijk over. Hopelijk hebben we een meerderheid. Schrijven we dat coalitieakkoord. Weet ik zeker dat Airbnb en beperken daarvan daarin terechtkomt. Maar dat is niet wat dit is. Dit is meer het grote verhaal. Hoe kijken wij bijvoorbeeld naar onze woningmarkt? Hoe kijken we naar duurzaamheid? Hoe kijken we naar zorg? Wat kunt u van de linkse partijen? Wat is de inzet die u van ons drieën kan verwachten? Helder. Maar je punt is genoteerd, Bob. Oké. Ik zie uw vinger ook, meneer, daar, maar eerst deze mevrouw. Dag mevrouw, wie bent u? Hoi, mijn naam is Tammy Schoots. Ik ben de voorzitter van de Amsterdamse Studentenvakbond ASFA. En ik had een vraag aan jullie. Nou, de prijzen van studentenkamers reizen echt de pan uit. Dat hadden jullie wel door. En dat is echt perfect voor particuliere huisjesmelkers en partijen zoals de Student Hotel om daar flink gebruik van te maken. Kunnen jullie ons, de Amsterdamse studenten, de garantie geven dat alle studentenwoningen betaalbaar blijven? En dat betekent alle nieuwe studentenwoningen onder de 500 euro. Nou, laat het heel kort, gewoon alle drie met ja antwoorden, dan kunnen we door gewoon, zou ik maar zeggen. Nee. Ja, nee, maar als u de vraag zo stelt, kunt u het garanderen, is dit een mogelijk antwoord wat u dan krijgt? Maar ik snap heel erg de vraag. En volgens mij, wat wij kunnen garanderen is dat waar we de invloed erop hebben, dat we daar dat willen gaan doen. Maar in sommige woningen die al bestaan, die er al zijn, en waar dus de regering niet zegt, we grijpen in. Ja, daar mogen wij lokaal ook niet op ingrijpen. Dat is het probleem. Wij mogen lokaal, mag je geen wetten maken. Die wetten worden landelijk gemaakt. Daarom zijn we zo teleurgesteld. Maar even wat we wel op inzet, ja, dit is wat we willen. Wij willen niet meer dat er woningen komen à la student experience. Studentenwoningen die gebouwd worden, die voor 700 euro of meer per maand van de hand gaan. Want dat is natuurlijk belachelijke prijzen. Dus waar wij zeggen dat nieuw gebouwd wordt, moet het betaalbaar. Je kunt ons afrekenen op betaalbare nieuwe studentenwoningen om te bouwen. Maar als een, wat ik bijvoorbeeld in mijn eigen wijk zie, een voormalige sociale huurwoning verkamerd wordt en duur verhuurd, ja, dan mag dat, jammer genoeg. Was er
vraag. Mijn vraag was alle nieuwe studentenwoningen. Ja? Ja, ja, want dat kan ook. Hè. Je ziet dat het in de afgelopen jaren, soms ook door naïviteit, hè, of dat we uit een tijdperk kwamen waarin er nog niet zo die huizenprijzen omhoog gingen, dat de afspraken niet goed genoeg waren. We zagen dat bijvoorbeeld bij een project als North Orleans, waarbij er jongeren- en studentenwoningen gebouwd werden. 30 vierkante meter, die gingen voor €1200 de markt op. Echt idioot. Dat moeten we natuurlijk echt, ja, daar wil ik je meteen van zeggen, dat kan niet. Dus op het moment dat er een studentenwoning wordt gebouwd, dan moet het natuurlijk conform een prijs zijn die een student ook kan betalen. En dat is natuurlijk geen €1200, in ieder geval niet de gemiddelde student in Amsterdam. Maar even als we het specifiek maken met nieuw te bouwen studentenwoningen, uw toevoeging, ja, meneer Groot, was u achteraan, die we dan ook zelf bouwen. Nieuwbouw, ja. Nieuwbouw? Nieuwbouw wel. Ja, oké, maar even. Nee, en we kunnen daar ook denk ik nog wel een vervolg hebben. Want uiteindelijk maken we ook altijd afspraken met de corporaties, die natuurlijk ook een deel daarvan in bezit hebben. En daarvan moet je ook zeggen, wij willen niet in de afspraken die wij maken, dat ze die woningen. Deze student gelooft er geen knas van, die gaat naar huis, die is weg. Dat is al lang geen student. Laatste toevoeging. Gaan jullie ook echt actief de corporaties ondersteunen in grond beschikbaar stellen voor studentenwoningen? Ja. Volgens mij is dat, ja, dat roepen we alle drie de partijen al een hele tijd. Gaan we zeker dan rond ik dit nu af en dan zie ik hierachter, zag ik een, daar. Ik zie, of sorry, je hebt gelijk. Wacht even, Tim. Deze meneer. En dan kom ik daarna bij u, meneer. Met wie heb je het genoegen? Boudewijn Snoek. Ik wil het liefst niet over 4 jaar hebben, maar over een langer perspectief. En duurzaamheid combineren met iets wat gewoon geweldig is in deze stad. We hebben erfpacht nog. We hebben heel veel sociale woningbouw. Zorg dat die corporaties maximaal inzetten op A+, of van dat er gerenoveerd gaat worden, dat er kapitaal gaat komen. En dat we even een vat op gaan krijgen voor de komende jaren en dat Amsterdam een voorbeeld is voor heel Nederland en dat het vanuit het stadsbestuur van wordt geprobeerd financiering rond te krijgen en samenwerken met de corporaties. Ik ga je toch even een opmerking even terugmaken. Ik kan me, nogmaals, misschien zindert dat ook door de zaal dat je denkt, oh, maar als het dit dan erin zit en dat erin zit, dan zijn we natuurlijk eigenlijk bezig om een soort coalitieakkoord, wat het niet is, zijn we dan eigenlijk aan het bekijken met wat we wel of niet erin terugvinden. Het punt is, ze hebben natuurlijk net nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat het dat niet is. Dus willen jullie dat nastreven? Ja, dat. Enige ervaring in de gemeentepolitiek toevallig. En zelfs nog een stap verder, want je richt het nu alleen maar op corporatiewoningen. Maar volgens mij 55% van de woningen in deze stad is niet van een corporatie. En daar vind ik al helemaal dat ze moeten verduurzamen. Want die corporatiewoningen, die kennen nog steeds die belachelijke verhuurderheffing. Waarbij nu een schijntje, een fooitje teruggegeven wordt als er wat aan duurzaamheidsinvesteringen gedaan wordt. Maar ik vind met name die andere 55% nog, daar zit geen heffing op. Daar zit niks, geen gekke belasting op wat dat betreft. In de koopwoningen zelfs nog een enorm voordeel, die hypotheekrente aftrek. Dus ik vind dat, even zonder dat ik het als een coalitieakkoord ga maken, de lijn van jongens, er zitten nog zoveel slagen winst te maken in de woningvoorraad voor het verduurzamen, jazeker, en dat zal Amsterdam echt heel maar, veel stappen bij. Voor de helderheid, ik wil toch even, die is in de zaal tegemoet komen, er zijn natuurlijk twee passages, want het ging ook verduurzaming, en we hebben het over wonen. Als het over verduurzaming gaat, dan staat er wel, bedrijven zullen waar mogelijk dwingen om een vervuilende activiteit te staken. Dat zou voor de haven nog wel eens interessant kunnen zijn, volgens mij. Ja. En we gaan investeren in een groene toekomst. Ja, dat klinkt mooi, maar dan, ik begrijp dat je niet meteen een getal kan noemen, maar waar hebben we het dan over? Ja, nee, kijk, het risico is inderdaad dat ik nu het concept verkiezingsprogramma van GroenLinks ga opdreunen. Dat wil ik niet doen. Maar ik denk dat wij alle drie weten dat de verduurzaming van bijvoorbeeld de sociale woningvoorraad, en Laurens heeft natuurlijk gelijk, hè, ook in de particuliere sector en in de koopsector zul je veel moeten doen. Maar juist ook in de sociale huursector is die verduurzaming te doen. Vooral ook als je dat kunt doen in combinatie met verlaging van woonlasten. Want dat is natuurlijk voor mensen, gewoon hun portemonnee, ook heel belangrijk. En ik denk wel dat wij daar alle drie heus weten dat we daar echt een ambitieus programma voor neer moeten zetten. En we hebben ook hierin opgeschreven, wij kunnen echt vrij goedkoop lenen. Corporaties moeten echt tegen een veel hoger rentepercentage lenen. Wij kunnen echt veel goedkoper lenen. En volgens mij is het gewoon een opgave voor ons om te zeggen, en dat zal niet allemaal nul op de meter zijn, want dat is ook in de voorraad van Amsterdam natuurlijk best ingewikkeld. Maar een grootschalige verduurzamingsoperatie in de woningvoorraad, daar kunt u ons echt wel aan vasthouden. Dat is het laatste heel kort. Nee, precies. Het gaat mij dus vooral om dat je
heel snel kan je aan de bak. Dat is eigenlijk, hè, dus elke particulier bereiken is moeilijker dan... Hè, van, nu heb je 45% van die woningvoorraad, kan je heel snel kan je mee aan de bak. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja, en er moet ook nog heel veel. Hè? Dus ik denk, Boudewijn, daar heb je ook gelijk in. Dat er daar is een enorme achterstand nog. Dus daar zouden we zeker wat kunnen doen. En ik denk, kijk, je moet dat ook zien als een soort prioritering. Hè? Wij schrijven dat op omdat we het echt belangrijk vinden. En dus ook bereid zijn, als we daar de kans toe krijgen, om daar dan in dat, daadwerkelijk de investering voor te doen. Ik vind dat bijvoorbeeld echt een gemiste kans de afgelopen 4 jaar hier in Amsterdam. Dat er gewoon... bijvoorbeeld heel veel geld in het aflossen van schuld, wat je uiteindelijk nog geld kost, want als je het gewoon op de kapitaalmarkt leent, dan krijg je daar een betere rente voor. Dat hebben we gedaan. En ondertussen hebben we dus niet die vergroening die zo ontzettend noodzakelijk is, die verduurzaming van die corporatiewoningen, dat hebben we dan te veel achterwege gelaten. Wij maken een andere keuze. Nu gaan we naar die meneer. En die denkt dat hij de microfoon mag vasthouden, maar dat is absurd van de zaak. Heel goed, handen in de lucht. Mijn naam is Rob Misdorp. Ik ben erg blij dat de drie partijen elkaar gevonden hebben. Echt heel erg blij. Doet me goed. En ik heb 2 vragen. We hebben het algemene vragen, niet zozeer over woning nu. Maar u had het over een pact. U heeft het over een coalitieakkoord. Kunt u met z'n drieën een coalitieakkoord schrijven voor de verkiezingen? Dat heeft volgens mij niet zoveel zin, omdat je een meerderheid nodig hebt. En volgens mij zijn dit hele belangrijke richtingen die wij in elk geval op willen staan. Even voor de duidelijkheid, hè, ik denk dat het woondossier zo ongeveer het belangrijkste strijdveld is van de afgelopen jaren. Hè. Dat is gewoon de discussie die er is. En dat wij daar met z'n drieën eigenlijk al in zo'n grote mate overeenstemming over hebben... Dat geeft mij genoeg vertrouwen om te denken dat ja, uiteindelijk op maatregelenniveau komen wij er wel uit. Dus ik zie de meerwaarde van een coalitieakkoord schrijven niet zo. Volgens mij is dit al een hele mooie stap. Dat we zeggen, dit willen we in elk geval. En we verbinden ons in die zin toch ook op, ja, op een of andere vorm aan elkaar. Ik ben wel nieuwsgierig waarom u dat graag zou willen. Nou, ik denk dat dat dan heel duidelijk is voor de kiezer. Als een kiezer dan iets kan kiezen... waar u zegt, dit gaat gebeuren als wij aan de macht komen, dan is het duidelijk. Ja, maar we hebben natuurlijk dit pact en we hebben ook alle drie ons eigen verkiezingsprogramma. En ik denk dat heel veel... Kijk, wat u in ieder geval zult zien is dat deze punten, deze 6 punten... in onze coalitieprogramma of in onze verkiezingsprogramma's heel erg op elkaar lijken. En daarin kunt u eigenlijk dus al afleiden dat als wij dat met z'n drieën zouden kunnen doen straks... dat natuurlijk ook de inzet wordt voor een coalitieakkoord. Maar dat is de intentie die wij hiermee hebben. Maar Rutger heeft natuurlijk wel een beetje gelijk. Uiteindelijk is in eerste instantie met u aan zet. En de hele zaal, en ik hoop dat het gaat lukken... dat we in Amsterdam echt laten zien van het kan anders... en laten we het ook anders gaan doen. Want het is juist nu voor de toekomst van Amsterdam nodig... omdat we inderdaad op dat kantelpunt staan. Het kan echt 2 kanten op. We kunnen dat fijne Amsterdam blijven wat we zijn... met een plek voor iedereen, een sociaal karakter wat we altijd hebben gehad... de lieve stad... Of we kunnen inderdaad naar een stad waar het grote geld gaat domineren. We hebben wat vragen. Ik kom zo bij deze meneer, maar eerst die 2 daar. Dag meneer, met wie hebben we het genoegen? Wie bent u? Ik ben Bart Vareel, sociaal architect. Huur en koop is mijn zin nog 20e eeuwse vraagstukken. En ik ben benieuwd hoe jullie kijken naar dynamic housing of tiny houses. Dus naast huur en koop ook dynamisch wonen. Hoe kijken jullie ernaar en hoe kunnen we zorgen dat we een dialoog krijgen over dit onderwerp? En de juiste taal, zodat we ook met rechts dat gesprek aan kunnen. Zodat ik weet waarvoor ik kies, voor mijn eigen toekomst, maar ook die voor anderen, elkaar en de wereld. Nou moet ik eerst zeggen dat ik niet helemaal op de hoogte ben op van deze dynamische vorm van leven. Dus... tiny houses zijn dat je flexibel kan wonen, maar bijvoorbeeld ook dat je gestapeld kan wonen. Dus dan heb je een appartement, een container size, maar flexibel, die kan je stapelen. Ah, die fiets. En ik kan ook inschakelen. Ik voel de dynamiek hier op het podium. Heel even kort, even, is daar rekening mee gehouden, is daarover gehad en gaat er wat mee gebeuren? Ja, maar nogmaals, de richting die wij met z'n allen, met z'n drieën, hier op willen... is dat Amsterdam een stad blijft waar je betaalbaar kan wonen. En dat we voor iedereen, en dat bedoelt niet iedereen kan hier maar wonen... maar dat waarbij je ongeacht je inkomen, ongeacht je afkomst... een gelijke kans hebt op een plek. En tegelijkertijd noemen we dit ook een progressief pact.
Dat doen we niet voor niks. Omdat we ook zien dat Amsterdam groeit, dat we vooruit gaan, dat we ontwikkeling willen. En dat we natuurlijk ook alle mooie ontwikkelingen die er zijn, willen omarmen. Dus als dit een kans biedt om uiteindelijk aan veel mensen een betaalbare plek te bieden, dan moeten we er natuurlijk heel goed naar kijken. We gaan een aantal vragen doen. Ik zie uw vinger, meneer, en die bovenin ook. Maar we gaan eerst deze meneer hier op de... even deze op de eerste reis. Zeg je wie u bent. Dan kom ik daarna bij die dames daar op de derde. Ik ben Bastiaan van Perlo. Ik loop al heel wat jaren mee met huurders en huurdersorganisaties in Amsterdam. En het is echt waar. Ze hebben een heel sterk gevoel dat ze langzaam in de steek worden gelaten door te veel mensen in de politiek, in Den Haag met name, ook in Amsterdam. Ik vind het heel goed dat drie partijen nu samen elkaar weten te vinden en misschien eindelijk die handen weten te smeden om bijvoorbeeld die corporaties stevig onder druk te zetten. Maar vanuit drie partijen met een links perspectief om te zorgen dat die corporaties eindelijk gaan doen wat ze zouden moeten doen voor huurders, betaalbare huurwoningen, beschikbare woningen. Dat is een mooie aanloop. En nu de vraag? Nou, dat is natuurlijk geen hele heldere vraag vast. De vraag is een beetje, hoe denken jullie dat mijn vraag zou kunnen zijn? Hoe ga je die corporaties bij elkaar houden? Ja. Hoe zorg je ervoor dat ze gaan doen wat jullie doen? Volgens mij heb je daarmee 40-45% van de stad in handen. Goeie vraag. Dat is goud. Zorg ook voor dat ze doen wat je kunt doen. De vraag is volkomen helder. Ik begin bij de wethouder zelf, want die moet er dagelijks mee knokken met deze corporaties. Ik vind dat een lastige vraag van je, Bastiaan. Want wat we kunnen doen, dat hebben we voor een deel samen al gedaan. Want je kan prestatieafspraken maken. En dat doet de gemeente Amsterdam samen met de huurdersvertegenwoordigers. En dat is het belangrijkste wat er is. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je die huurdersvertegenwoordiger er houdt. En dat het een activistische huurdersvertegenwoordiging is, die ook dus niet naar de mond van de corporatie toe gaat praten, maar ook echt weet wat speelt en weet welke behoeftes er zijn. Want zodoende kan je een stuk verder komen. Maar daar komt het volgende vraag is. Ja, op het moment dat corporaties elkaars handen goed weten vast te houden, en dat weten ze hier in Amsterdam, ze weten goed met elkaar alles goed dicht te houden, vraagt het natuurlijk wel iets meer lef om te zeggen, ja? Dan gaan we ook met elkaar kijken of wij daar constant onze agenda leidend te kunnen laten zijn. En dat betekent A, hele duidelijke agenda opstellen. En B, misschien eigenlijk een andere volgorde. A, zorgen dat de huurders actief worden en aangeven wat ze willen. En B, die duidelijke agenda opstellen. En dan kan je bij de corporaties langskomen. En dat betekent dat je misschien niet met elke corporatie meer dezelfde afspraken moet maken. Om het even concreet te maken. Mag ik daar één ding over zeggen? Want die afspraak met corporaties, dat is iets waar, in alle eerlijkheid, wij best wel veel over hebben gevochten in de gemeenteraad. Lauwens natuurlijk als wethouder, wij vanuit de oppositie, wij waren niet tevreden met de afspraken met de corporaties, vonden vooral dat de menging van de wijken te veel onder druk kwam staan. Dat helpt natuurlijk uiteindelijk, moet ik ook gewoon in alle eerlijkheid toegeven, niet als wij op links elkaar daar een beetje op lopen te bevechten, want dan gaan zij er uiteindelijk mee vandoor. Dus ik denk dat als wij elkaar daarin weten te vinden en echt stevig zeggen, dit is wat wij willen. Wij vinden dat die verkoop van sociale huurwoningen, met name daar in die wijken waar er al maar heel weinig zijn, echt moet stoppen. Dat je daarmee zo'n stevig signaal geeft dat de corporaties daar gewoon in mee zullen gaan. Ik denk, Bastiaan, dat jij dat met mij eens bent en de corporatiewereld goed genoeg kent om te weten dat zij natuurlijk ook kijken waar, nou, maar waar ligt de macht. Dus, als de corporaties mekaars handen zo goed vasthouden, zouden jullie eigenlijk met z'n drie hetzelfde moeten doen? Goed. Ik ga je onderbreken, want ik wil de zaal aan. Ja, ik heb uw vinger gezien, maar eerst zitten daar op de derde rij. Ik zie mevrouw Van Tongeren daar zitten. En er zit naast ook nog een Kamerlid van GroenLinks. Kijk eens aan. Zijn kijk aan. Gezellig samengekomen. Lisbeth van Tongeren, Kamerlid GroenLinks. Uw vraag. Ik weet niet of het een bruggetje is naar een volgend thema. Maar er was de vraag. Er werd gezegd door Marjolein Moorman van we moeten een veilige plek hebben, een goede plek voor iedereen in Amsterdam. We hebben de laatste week die enorme grote MeToo-actie gehad. Corporaties hadden vroeger een behoorlijke rol ook in sociale veiligheid. En ik ben benieuwd van de drie panelleden hoe zij aankijken naar sociale veiligheid, de MeToo-actie en hoe houden we Amsterdam een stad voor iedereen, mannen en vrouwen. Ik kijk jullie aan. Nou ja, ik wil er best iets over zeggen hoor. Want ik vond die MeToo vooral eigenlijk heel indrukwekkend. Omdat ik heel veel dingen gelezen heb. Waar ik me denk ik helemaal niet zo bewust van was. En dus in die zin heb ik dat, schuld is dan misschien een te groot woord, maar wel met een soort ongemak gelezen, omdat je de conclusie toch wel kunt trekken dat elke vrouw zo ongeveer meerdere keren daar in haar leven mee te maken krijgt. We hebben niet over sociale veiligheid gesproken. We hebben denk ik in Amsterdam gaat het vrij goed met de veiligheid. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt, want natuurlijk gebeurt dat wel. Maar ik geloof eerlijk gezegd niet dat we vanuit een gemeentebestuur
het wangedrag van toch vooral mannen nou echt direct kunnen veranderen. Daar is een veel grotere culturele verandering voor nodig. Waar je volgens mij in het onderwijs moet zijn. Hè? Ik bedoel, mijn kinderen zitten op de lagere school. Die hebben de vreedzame school. Hoe ga je met elkaar om? Ik geloof veel meer in dat soort fundamentele dingen dan dat wij vanuit de gemeentebestuur iets daarover zouden kunnen zeggen. Heel kort ertoe, aanvulling. Ja, nou, het begint eigenlijk bij wat Rutger zegt. Heel goed die actie, want ik realiseer het me nu pas. En daarom is hij ook zo goed. Omdat het inderdaad gaat om het je realiseren wat er in de wereld, leefwereld van een ander gebeurt. In dit geval van de vrouwen. Wat mannen zich niet altijd realiseren. Maar dat zie je natuurlijk op veel meer gebieden in Amsterdam. En dat zie je ook bij de LHBTI'ers. Dat zie je ook met mensen met een andere etnische afkomst. En ik denk dat Amsterdam zo veilig voelt vaak, omdat we nog allemaal door elkaar heen leven. En dat we elkaar daarmee ontmoeten en ons daarmee in elkaar kunnen verplaatsen. En dat zorgt voor veiligheid. Als je echt een Londen aan de Amstel wordt, dan betekent dat dat je een enorme scheiding krijgt tussen verschillende groepen mensen. En daarmee wordt het per definitie onveiliger. En daarom heb ik me ook zo ontzettend geërgerd aan die gewone normale Nederlander. He, want dat is toch een beetje het motto van dit kabinet. De gewone normale Nederlander, wie dat dan ook mogen zijn. Dat staat natuurlijk haaks op die Amsterdamse identiteit. Wie is nou de gewone normale Nederlander in Amsterdam? Behalve dan dat het kabinet zegt, heel veel mensen horen daar dus niet bij. Die zijn dus daarvan, he, en dat is volgens mij, dat maakt onveilig. Dat maakt dat mensen het normaal vinden om tegenover elkaar te gaan staan. Dat maakt dat mensen het normaal vinden om elkaar op een andere manier te bejegenen. Dat mensen het normaal vinden om elkaar niet meer te ontmoeten. En het is misschien een wat meer meta-antwoord op jouw vraag. Want jouw vraag ging in eerste instantie, wat moeten corporaties doen? Corporaties, ik vind het heel logisch. Hè? Op het moment dat je die rol hebt, dat je gewoon woningen moet bieden, dan ben je natuurlijk ook verantwoordelijk voor de wijk. En dus dan ben je ook verantwoordelijk voor de partieken. Dan ben je er ook voor verantwoordelijk dat mensen elkaar ontmoeten. Dus dat is eigenlijk een vrij simpel antwoord. Maar ik vind dat we dus met dit akkoord of met dit pact ook laten zien dat we ook een heel ander soort Amsterdam voorstaan. Een veiliger Amsterdam dan zoals Den Haag dat ons voorspiegelt. Tot zover. Nu ga ik nog echt een paar vragen. Dames en heren, ik had nog een soort schema in mijn hoofd, maar dat laat ik helemaal los, want het is helemaal aan u. Ik meld u wel even, voor de mensen die het niet gelezen hebben, dit pact behelst dus het thema wonen, hebben we net toch vrij uitgebreid besproken. Het gaat over onderwijs, het gaat over zorg, het gaat over werk en inkomen. Verduurzaming, ik kijk die kant op, hebben we het net ook al een beetje kort over gehad. En het gaat ook over vluchtelingen. Dus eigenlijk is het helemaal aan u. U mag gewoon vragen en opmerken wat u wil. Daartoe gaan wij nu zo, en dan gaan we daarna naar boven toe, want ik heb daar, ja, daar. Dus eerst die mevrouw, nu zegt u even wie u bent. Goedemiddag, avond. Marijke van Schendelen, Amsterdam-Noord. Ik vind het een ontzettend sympathieke actie, Links Pact. Ik ben alleen benieuwd hoe dat doorwerkt op stadsdeelniveau en op die 21 deeltjes van Amsterdam. Mijn vingers jeuken om ook samen te werken op stadsdeelniveau, bijvoorbeeld met de SP en met GroenLinks. Maar hoe hebben jullie daarover gesproken? Ja, goeie vraag. Fantastisch. En dat is ook precies een van de redenen waarom wij zo blij zijn dat deze zaal vandaag zo vol zit. Want wij dachten wel, ja, we kunnen het wel met elkaar ergens over eens zijn. En eerst maar eens in de achterkamertje houden. We kunnen het ook nog in een krant gaan schrijven. Maar uiteindelijk moet het ergens ook gaan landen, ook in de stad. En is het een idee welke kant we op willen? En is het juist het idee dat het ook op verschillende plekken in de stad, we gaan kijken of we progressief links af kunnen slaan? Dus ja, daar is dit eigenlijk ook voor bedoeld. Want dat gaan wij niet met z'n drietjes doen. Dat moeten we echt met de drie partijen geheel en al doen. Dan gaan we nu. Hier, eerst René, toch? Ja, die mevrouw, sorry, je hebt de tweede rij. Die was ook al een hele tijd met de vinger in de lucht. Ja, wie bent u? Goedenavond. Ik ben Leila Azam. Over het samenwerken met links. Dat weet je, Rutger. Dat heb ik altijd al geroepen van jullie moeten samenwerken. Wat ik wel belangrijk vind, omdat er als Marokkaanse Nederlander. Wat doen jullie met de werk, dus discriminatie bij het werk? Dat is voor mij, voor onze jongeren, dan wel belangrijk. Goeie vraag. We hebben daar niet direct iets over opgenomen. Maar ik denk wel dat wij ook, wij alle drie in de gemeenteraad, dat een punt is waar we echt grote zorgen over hebben. Het gaat niet alleen over werk, het gaat ook over stage, het gaat over zelfs advisering als je van school afkomt. Dit is een dusdanig groot punt waar wij alle drie, denk ik, hele concrete maatregelen voor willen. Ons verkiezingsprogramma is er al. Ik neem aan dat die van SP en PvdA op korte termijn komen. Ik bedoel, ik wil er graag met je ook over doorpraten, maar dat is wat lastig
Omdat wij, we hebben niet in het regeerakkoord iets gevonden waar dat ons hindert of ons meer mogelijkheden geeft. Dat is iets wat we echt in Amsterdam moeten doen. Maar het is, denk ik, en spreek ik voor de ander, een punt waar we alle drie ons heel erg zorgen over maken. Omdat het de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen verhardt en verscherpt. En die polarisatie is iets wat we heel erg hebben willen benoemen. Omdat ik denk dat die toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen uiteindelijk de stad breekt. En wij natuurlijk geloven in een stad van iedereen. En als we dat niet weten te overbruggen, of als we niet die ontmoeting, zoals Marjolein terecht zei, kunnen versterken, dan ben ik ervan overtuigd dat Amsterdam zijn hart verliest. Dus het punt is wel, mocht dit pact overgaan tot een akkoord, hè, misschien een dan geven jullie alle drie aan, dan wordt dit een belanghebbend. Het is een van de hoofdthema's in het GroenLinks verkiezingsprogramma. Nee, okay. Maar ik kan niet voor de andere plaatsen. Je ziet, kijk, dit punt staat niks over in het regeerakkoord. Dat klopt. Wat er wel in het regeerakkoord staat, wat er enigszins aan raakt, is dat er een andere manier tegenaan gekeken wordt tegen mensen die niet mee kunnen komen. De arbeidsgehandicapten. Die moeten straks maar gaan wennen aan dat ze nooit een fatsoenlijk loon zouden krijgen. Arbeidsgehandicapten zullen straks voor hun bijstand moeten werken. Mensen die lang in de bijstand zitten zullen straks ook niet meer een loon gaan krijgen. Dat zijn andere vormen van discriminatie waar deze regering wel duidelijk voor kiest. Deze regering kiest ervoor dat mensen die het moeilijk hebben om zelf te kunnen werken, dat die nog perspectief houden om op zijn minst een minimale beloning te krijgen en daarmee ook echt erbij te mogen horen. Die vorm van discriminatie, daar kiest de regering voor en daar kiezen wij in dit pact al heel duidelijk, nemen wij stelling tegen. Nou, laatste opmerking? Ja, en die begint eigenlijk, want ik vind het zo logisch. Dat moeten we zo. En overigens denk ik in Amsterdam dat we het daar sowieso met z'n allen over eens zijn. Hè? Dus zelfs D60 en de VVD ook vinden dat arbeidsdiscriminatie echt moet worden bestreden. Maar het begint eigenlijk nog daarvoor, het onderwijs. En dan zie ik wel echt één punt in het regeerakkoord waar ik me ongelooflijk aan stoor. Ze zeggen dat ze iets doen voor kinderen met een achterstand. Vind ik altijd een rot woord, maar dat gaat vaak om taalachterstand of minder meekrijgen vanuit huis. De facto doen ze helemaal niks. Ze investeren 15 miljoen, maar er wordt 60 miljoen bezuinigd. Er wordt dus gewoon keihard bezuinigd op achterstandsleerlingen. We hebben in Amsterdam 66 scholen met een bovenmatige hoeveelheid kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand of ouders die enorm in de armoede zitten. Die gaan daar dus ontzettend veel last van krijgen. En dat is dus de fase nog voor arbeidsdiscriminatie. Je komt daar dan niet eens aan tafel, omdat je gewoon geen goede opleiding hebt gekregen. En dat moet je dus echt al aan de basis moet je dat echt aanpakken. En ik vind het belachelijk dat we dat in Amsterdam zouden moeten doen. Want dat geld moet vanuit het Rijk komen. Maar als het aan mij en als het aan ons ligt, want zo hebben we het ook opgeschreven, gaan we dat dan maar gewoon compenseren. Want je kan niet met de toekomst van kinderen gaan. Dat is een heel standpunt. Dan weten we ook daar wat gaat gebeuren. We zijn nu helemaal bovenin. Dag meneer. Ja. Wie bent u? Mijn naam is Ewout van den Berg. Ik ben actief bij de Internationale Socialisten. Ik denk dat het heel erg welkom is dat dit linkse samenwerking tot stand komt. En ik wil eigenlijk verder gaan op waar het net is gebleven. Want sinds de jaren 90 is het denk ik de eerste keer dat een extreemrechtse partij in de gemeenteraad kan komen hier in Amsterdam. Dan heb ik het natuurlijk over Forum voor Democratie. Een partij die zegt tegen de verdunning, de homeopathische verdunning van de maatschappij te zijn. Die antifeministisch is, zegt dat vrouwen die nee zeggen eigenlijk overmand willen worden. En die nu een lijsttrekker heeft die zegt dat vluchtelingen op bootjes in de Middellandse Zee dat dobbernegers zijn. Dus dat is echt een hele serieuze ontwikkeling. Nu ben ik ook actief bij Comité 21 maart. En de verkiezingen vinden plaats op de Internationale Dag tegen Racisme op 21 maart. Ik voel die vraag aankomen. Ja, precies. En ik vraag me af of de partijen ook mee willen doen te mobiliseren om ervoor te zorgen dat die partij geen zetels krijgt. En dat we dus ook niet die racisten in de raad hebben. Dus dat is mijn oproep. Volgens mij is 25 oktober een vergadering, toch? Van GroenLinks zal er in ieder geval iemand zijn, maar dat weet je volgens mij. Nee, maar ik denk dat je punt terecht is. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons breder verzetten tegen racisme en discriminatie. Het initiatief ken ik. Zijn wij al langer in actief. Volgens mij SP en PvdA hebben daar ook vaker aan meegedaan. Maar de beste manier om te zorgen dat partijen geen zetels krijgen of klein blijven, is door zelf te winnen. En laten we daar vooral op inzetten. En Amsterdam te blijven. Kom op, man. Het is ons zo lang gelukt om die rechtse partijen eruit te krijgen. We hebben heel even Leefbaar Amsterdam gehad. Maar voor de rest is het ons zo lang gelukt om rechts
of klein, of dus weer snel uit te werken. En dat vraagt wat van ons Amsterdammers. Laten wij Amsterdammers blijven. En Amsterdammers zijn mensen die omkijken naar hun buren. En daarom maak ik mij zorgen over dit regeerakkoord en over de kant die het langzaam en zeker opgaat. Het individualisme slaat echt volstrekt door. En als we dat meegaan in daarin, dus dat we alleen maar kijken naar wat betekent zo'n regeerakkoord. Dat willen wij ook en die kant willen we op, dan maak ik me zorgen en dan denk ik dat Forum voor Democratie het makkelijk gaat krijgen. Volgens mij moeten we dus Amsterdam blijven en moeten we naar elkaar blijven omkijken en daar de energie in stoppen op een positieve manier met een hoopvolle boodschap in plaats van alleen maar tegen een vijand knokken die wat mij betreft gewoon helemaal kansloos gemaakt worden. Hier voor jou, laatste toevoeging. Nou, dank ook dat je nog even het antifeministische standpunt van Forum voor Democratie naar voren haalt. De eerste keer dat ik met Thierry Baudet in aanraking kwam was toen er Julien Blanc naar Amsterdam wilde komen met bootcamps. Waarbij die mannen wilden trainen hoe om te gaan met vrouwen. En dat was vooral door vrouwen te vernederen. Toen heb ik tegen de burgemeester gezegd, ik wil niet dat die bootcamps hier worden gehouden. Toen werd Thierry heel erg boos, want dat was nou eenmaal de manier waarop je vrouwen zou moeten versieren. Nou ja, dat gaf al heel duidelijk aan wat zijn agenda is. Dus ik ben het heel erg met je eens, we moeten samen een vuist maken. Maar ik heb wel een kritische vraag terug. Voor de internationale socialisten. Want internationale socialisten hebben binnen links zich af en toe ook wel heel erg kritisch uitgelaten tegen andere linkse partijen, omdat we dan misschien niet links genoeg waren. Ik ben zelfs wel eens uitgefloten door de internationale socialisten op een podium, terwijl ik daar stond te demonstreren tegen Pegida. Ik vind, als we met elkaar die afspraak maken, want ik vind dat we samen een vuist moeten maken, daarom zitten we hier ook met z'n drieën, dat internationale socialisten zelf ook moeten stoppen om steeds links te scherpslijpen, maar dat we dat dan wel met z'n allen doen tegen onze echte vijanden. Gewoon kort reageren. Ik bedoel, ik wil ook echt de handen ineens slaan en zeker Forum uit de raad houden. Ik was ook bij dat protest. Volgens mij waren dat niet per se leden van ons die u daar uitvloot. Nee. Voor mij hebben we daar zelf ook... Ja, niet zo flauw doen. Maar goed, stop. Het punt is volkomen helder wat ze maakt. Nu kun je gaan marchemieren wie wat wanneer floot. U weet wat ze bedoelt. U kunt het ook zelfs wat breder maken, het punt. En daar wil ik graag nu uw reactie op hebben. Het bredere punt staat natuurlijk. Want op het moment dat je een partij hebt die tegelijkertijd deals sluit met Erdogan om vluchtelingen op te zetten in concentratiekampen, deportatie steunt, ja, dan vind ik het niet gek. Ja, maar uit dit antwoord blijkt niet dat u het geheel inbindt met de oproep van mevrouw Moorman. Uit dit antwoord wat u nu geeft, blijkt dat u het niet geheel eens bent met de oproep van mevrouw Moorman. Nou ja, ik ben voor samenwerking, maar niet per se dat we al onze politieke meningsverschillen onder het tapijt krijgen. Maar dat wil toch ook niemand? Maar goed, helder. Nu wil ik even het volgende doen, dat weet hij niet, want dat ga ik me verrassen. Helemaal daar aan de zijkant zit Bouwe Olij. Ja, Bouwe? Loop even naar hem toe. Per millimeter dat je dichterbij komt, ontdooit hij wat, dus let op. Let op. Bouwe Olij, voor die paar mensen in de zaal denken, wie is die man? Woningspecialist van het eerste uur. Heeft zich vaak in het verleden hard gemaakt voor linkse samenwerking en kwam vaak teleurgesteld terug van de expedities. Ja. En ik ben gewoon reuze benieuwd, Bouwe. Je zit hier in de zaal en je ziet dit voor je neus gebeuren. Hoe voel je erbij? Nou, ik wil eigenlijk al naar huis gaan om Ajax te kijken. Ik heb het opgenomen, maar nu je me zo dwingt, ik denk, ik ga niks zeggen, want het is misschien niet zo handig voor mij alleen. Maar ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld door het antwoord net van Rutger. Over die samenwerking. En dan dacht ik, ja, zal ik iets nou gaan zeggen... Welke opmerking? Nou, van... we gaan niet nu al een linkse samenwerking aan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, toen er gevraagd werd van waarom niet, door meneer Pistor, waarom niet één programma, één partij of één samenwerking voor de gemeente. Zo voelde ik dat. Dat jij zei van, we gaan gewoon met z'n drieën de verkiezingen in en daarna zien we wel. Heb je wel gezegd net? Nou, dan ben ik niet meer teleurgesteld als je dat niet gezegd hebt. Maar ik voelde zo op het antwoord dat je zei van... Want toen werd ook gezegd, waarom wilt u dat dan? Hè? Die samenwerking nu al afspreken? Hmm. En ik dacht van, nou, links pakt. Zou je ook kunnen zeggen, we gaan er ook naar streven... om voor de verkiezingen al te zeggen... dat we na de verkiezingen samen willen werken... en een coalitie willen vormen.
En dat heb ik jou niet horen zeggen. Je hebt gezegd, ja, als we de meerderheid halen, et cetera, ligt het voor de hand. Als de meerderheid, nee, dat snap ik. Maar het gaat natuurlijk ook om wat je uitdraagt naar de kiezer. En ik dacht, nou, ik laat het me gewoon even zeggen. Ik ben lid geworden van de PvdA ten tijde van Keerpunt 72. En dat is natuurlijk oude lullen verhalen allemaal. Maar er ging wel een enorme dynamiek vanuit toen. He? Van die drie partijen, PPR, PvdA, D66. Wij gaan gezamenlijk de verkiezing in. Nou, dat is waarschijnlijk het heel ver om al die programma's precies met elkaar af te gaan stemmen. Maar wij gaan gezamenlijk de verkiezing in en we gaan het anders doen. En dat heeft toen heel veel dynamiek gegeven, nou, met alle gevolgen. Of jullie nog weten. Maar ik zou het ook heel mooi vinden als wij hier zouden zeggen in Amsterdam, wij gaan met z'n drieën de verkiezing in met deze 10 hoofdpunten gepikt uit onze drie programma's. Zoals je die feiten nu gedaan hebt, nou, dan kan je er ook 10 van maken of 8. En dat naar de kiezer brengen. Dan denk ik dat je ook meer kiezers zal halen. Dus niet zeggen van één lijst, we kunnen gewoon 3 partijen stemmen. Maar ik denk dat er wel een dynamiek vanuit gaat die dan ook zal betekenen dat we een meerderheid halen. Juist. Ja, maar Bouwen, ik denk dat je me toch verkeerd begrepen hebt. Want die meneer vroeg heel nadrukkelijk waarom geen coalitieakkoord schrijven. En toen leek, dat lijkt mij niet zinvol om een coalitieakkoord te schrijven. Maar volgens mij ben ik heel duidelijk geweest over waar mijn voorkeur ligt. En ben ik heel duidelijk geweest over dat ik juist met die linkse partijen, met deze, wil samenwerken. En volgens mij is daar ook helemaal geen misverstand over. Maar kijk maar even naar jullie. Maar ik heb het idee dat we juist... Nu ga ik toch even Bouwen... we hoeven even niet terug. Het gaat natuurlijk om, en dat is belangrijk, denk ik, niet alleen voor de mensen in de zaal, maar van heel Amsterdam te weten. Is het gewoon een warme intentieverklaring? Dit zouden wij het liefst willen. Of gaat het toch een stap verder? Daarmee hoef je niet één verkiezingsprogramma te schrijven. Het zijn 3 verschillende partijen waar je allemaal op kan stemmen. Maar je kan ook zeggen, het is meer dan een intentie. We houden mekaars hand ook stevig vast. En dat is wel belangrijk op een avond als dit, om dat even heel scherp te hebben. Nee, maar volgens mij hebben wij een alternatief willen schetsen voor het regeringsbeleid. En volgens mij, ik weet niet of ik nou per se van het handen vasthouden ben, maar dat wij schouder aan schouder met z'n drieën staan en die verkiezingen ingaan, dat is volgens mij evident. Oké. Laurens Ivers wilde ook wel reageren. Laurens, of niet? Weet je, het probleem gaat niet bij ons zitten of we linksaf gaan. Dat zit echt niet bij deze drie partijen. Deze drie partijen hebben elkaar de afgelopen tijd zoveel meer gevonden. En met deze rechts met de Bijbelkabinet alleen maar nog meer in elkaars armen gedreven. Ik zeg zelfs armen, dat gaat nog verder dan handen. Maar het punt zit erin. Wij zetten hier een hoopvol perspectief neer voor Amsterdammers. En ik hoop dat die Amsterdammers ook zeggen, ja, ik herken dat en ik beloon dat met stemmen. Want uiteindelijk is die Amsterdammer nu aan zet. Wij schetsen een perspectief. Die Amsterdammer mag zeggen, okay, steunen wij dat perspectief. Helder. Marjolein Moorman, dit zijn de punten. Je zat blijkbaar aan de keukentafel bij de heer Ivens. En nu kwamen de... Oh, bij Grootwassink. Nou, andere keuken. Andere tafel. Maar dus jullie kwamen er heel snel uit. Dat is natuurlijk heel leuk dat je elkaar op verschillende punten van kunnen vinden. Maar ik wil het ook even eerlijk benoemd hebben. Wat hebben jullie niet in het pak kunnen opnemen omdat jullie er gewoon niet uitkwamen? Mag jij beantwoorden? Ja. Geen idee. Echt niet? Nee. Volgens mij hebben we nog langs gepraat of moet het nou een pakte manifest of een programma heten. Nee, we hadden ook best wel tijd in onze agenda ingeruimd. En die hadden we niet allemaal nodig, maar daardoor was het ook verder wel heel gezellig. Maar we kwamen er echt heel erg makkelijk uit met elkaar. En dan toch nog even ook opbouwen, want kijk, het is best spannend wat hier gebeurt. En het is best historisch. Laten we dat ook gewoon even benoemen. Dit is nog niet eerder zo op deze manier. Historisch, dat klinkt als best zwanger, beetje zwanger. Ja, best belangrijk. Of niet? Het is historisch okay. En het is belangrijk. Maar ik snap ook dat mensen denken, gaat het nou echt gebeuren? Want dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dus ik snap best dat mensen daar meer garantie in willen. Volgens mij zeggen we hier, het moet links. En dat vinden we alle drie. Het moet links. Want het moment in de tijd in Amsterdam zie je dat als we niet nu de goede keuzes maken, gaan we gewoon de verkeerde kant op. En bovendien hebben we een regering die laat zien dat ze die verkeerde kant ook nog eens een keer willen stimuleren. Het moet links. En dat gaan we ook met z'n drieën uitdragen naar de stad. Dit is wat wij willen. Geef ons de mogelijkheid om dat ook echt te doen. En dan hoop ik echt heel erg van harte dat dat ook kan. Maar ik denk dat wij hier alle drie vinden
dat we dat vooral ook met elkaar kunnen. En dan mogen anderen erbij aansluiten. Ik moet even denken aan D66. Die hadden lijsttrekkersverkiezingen en hebben 3 kandidaten meegedaan. Die hebben los van elkaar alle 3 gezegd dat in de volgende periode, waar zij dan dus de lijsttrekker willen worden, alle 3 vonden dat ze meer naar links moesten. Ja. Alle 3. Ja. Wij zijn al lijsttrekker. Nee, dat begrijp ik. Maar Erik van den Burg hoor je net daar. Die is ook niet helemaal ondersteboven van dit pact. Die heeft er zelfs warme. Nee, maar die heeft er zelf in bepaalde. Nee, maar het punt is dus. Ik ga toch een keer diezelfde vraag stellen. Welke partij in Amsterdam is de grootste vijand voor het realiseren van dit pact? VVD. D66 bedoel. Nou, als je het hebt over de woningmarkt, is dat D66. Dat is heel bizar, maar D66 is gewoon over de VVD heen gesprongen als het gaat over de woningmarkt. Ze zeggen de hele tijd middenhuur. Middenhuur. Ze hebben tegen de 40-40-20 gestemd. En wat maken ze daarvan in hun programma? 30-40-30. Dus het is nog steeds 40 middenhuur, wat we allemaal vinden. Daar hebben wij voor gestemd, zij tegengestemd. Dat veranderen ze niet, dat maken ze nog steeds 40. Ze hebben alleen van de sociale huur naar de dure huur verschoven. He, want ze hebben er 30-40-30 van gemaakt. Dat is de keuze die D66 maakt. Ze zeggen ondertussen er moeten 8000 sociale huurwoningen per jaar verkocht of geliberaliseerd worden. Er komen er maar 6000 vrij. Dus die andere 2000 gaan ze, ik weet niet hoe, alleen maar doordat je op de een of andere manier mensen uit hun huis gaat halen, willen ze ook leegmaken. Het is gewoon een hele rechtse agenda. Dus als we het hebben over de woningmarkt, denk ik, nou, dan heb ik wel een robbertje te vechten met D66. Helder antwoord. Dames en heren, ik ga naar de zaal toe. Ik zeg erbij, die meneer, ik heb u echt gezien. Een belangrijk onderdeel van deze avond is ons gesprek aan de bar. Dat wil ik toch even gemeld hebben. Ja, die keukentafel van Wassink is belangrijk, maar de bar hier is ook heel belangrijk. Daartoe hebben wij nog voldoende ruimte om u allerlei vragen te laten stellen. Maar ik wil u op het hart drukken. U hoeft niet uw hele politieke cv op te dreunen. Korte en snelle vragen, dat helpt enorm. En jullie dan met korte, heldere antwoorden. Eerst deze meneer. Want die... Eerst die meneer en daarna bent u meneer. Ja, wie bent u? Karel Honslaar, goedenavond. Ik wil toch graag een positief sociaal standpunt voor verkoop van huurwoningen. Ik heb het zelf ook al meegemaakt. En doordat ik dat ook een keer gedaan heb en daarna weer verkocht heb, ben ik uit de schulden gekomen. En heb ik ook een stukje eigen geld kunnen opbouwen. Dus dat is toch ook een sociaal-economisch aspect. Wat positief ja, is. Ja. Oké. Okay. En u wilt daar alle Amsterdammers voor bedanken. Oké. Okay. Nou, graag gedaan. Zou ik vinden. Nee, het punt is, ik gun iedereen natuurlijk een waardestijging. Maar het punt is, wat zij maken is natuurlijk dat die waardestijgingen, dat komt natuurlijk voor een bepaald deel van Amsterdammers komt dat te goed. Ik ga het bijna jullie antwoord nu terug met een beetje. Ja? Oké. Okay. Ik ben werkzaam voor de oproep WNL, dus ik krijg waarschijnlijk morgen te horen deze. Maar goed, eerst die meneer, wie bent u? Erik Binsbergen. Ik had eigenlijk een vraag van waar jij ook in het begin mee komt. Van zijn alle punten er wel ingekomen? Mijn vraag gaat er eigenlijk over waarom het basisinkomen niet in jullie 10-puntenprogramma is gekomen. Basisinkomen is toch iets wat... Korte reactie. Nou, daar zijn jullie het niet over eens. Ik vrees dat we het daar niet over eens zijn, want ik ben een verklaard voorstander, maar dat ligt aan de andere kant wat ingewikkelder. Eerlijk gezegd, het punt waarom we het niet besproken hebben, is omdat dat nou echt niet iets is wat we in Amsterdam kunnen regelen. We hebben niet naar volledigheid gestreefd. We hebben gekeken wat zijn nou de wezenlijke uitdagingen waar deze stad voor staat en wat kunnen we daar concreet aan doen. En dat bracht ons tot deze punten. En overigens ben ik van mening dat het basisinkomen een hele goede oplossing zou zijn. Oké, Niels, ik wil jou vragen even... Mag ik er één ding over zeggen? Ja, één ding, heel kort. Basisinkomen wordt wel eens een beetje verkeerd begrepen. Want soms zeggen mensen, kan je dan ook een uitkering krijgen zonder tegenprestatie? Dat staat er wel in. Hè, dus wij vinden niet dat je per Nee, vind ik ook niet. Hè, dus een basisinkomen betekent gewoon, iedere Nederlander krijgt gewoon 1100 euro per maand, ook de hele rijken. Daarom vind ik het niet sociaal, want we betalen met z'n allen voor mensen die al heel veel geld hebben. Waarom zouden we dat doen? Waarom zou ik een basisinkomen moeten krijgen? Laten we dat beginnen. Ja. Het pact valt bijna uit elkaar, meneer, dus nee, bedankt. Voor... Nee. Oh, daar gaat weer een teleurgestelde student weg. Jongen. Tot half negen? Nee, joh, je weet toch, linkse mensen, joh, dat gaat eindeloos. Ja, daar? Wie, waar? Daar, die mevrouw inderdaad. Die heb ik al een hele tijd...
Dag mevrouw, wie bent u? Hallo, ik ben Eline Peters. Ik ben benieuwd of jullie de ruimte die het regeerakkoord laat vooral links gaan invullen. Of dat jullie ook echt extra ruimte willen gaan claimen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan bed, bad en brood. Wat vanuit het regeerakkoord wordt gezegd dat wordt niet meer geregeld op gemeenteniveau. Of jullie ook daar tegenin willen gaan. Ja, daar moeten we volgens mij heel snel tegenin. Ik verwacht eigenlijk bij de raadsvergadering van 8 en 9 november zullen deze drie partijen daar ook een spoeddebat over aanvragen. Omdat het kabinet, het regeerakkoord is er wat dubbel over. Hè? Het zegt bed, bad, brood moet dicht of terugkeer moet een voorwaarde worden voor überhaupt opvang. En volgens mij hebben wij in Amsterdam een andere afspraak. Ik vind zelfs het Amsterdamse beleid niet helemaal voldoende, maar dat terzijde. En volgens mij hebben wij drieën eigenlijk al tegen elkaar gewoon gezegd. En zullen we dat ook proberen, dus 8 of 9 november te bevechten. De Amsterdamse bedbadbroodopvang blijft hoe dan ook, wat het kabinet ook wil, open onder de huidige voorwaarden. En je bredere antwoord is zelfs, het is niet de bedoeling dat wij hier alleen maar zeggen hoe we het gaan invullen, wat we vanuit het Rijk overkrijgen, wat we mogen en waar we iets mogen invullen. Het is juist de bedoeling dat we een beetje de Republiek Amsterdam blijven. Dus juist de bedoeling dat wij blijven invullen wat hier in de stad nodig is en dat we waar nodig de randen van de wet opzoeken of misschien zelfs een klein beetje overschrijden. Goed, ik ga dit onderbreken, dank u wel. Ja, heel even. Ik loop toch even naar Floor toe. Niet schrikken. Kom even staan. Kom, ik ga even zo, we gaan even zo draaien. Zijn je goed in het licht? Had ik al gezegd dat u de telefoon trouwens op stil moet zetten? Is van jou echt waar? Oké, dus iemand die vraagt. Nee. Floor, even, je gaf natuurlijk aan ook dat je zei dat je nieuwsgierig was naar de verdere invulling van deze linkse samenwerking. We zijn bijna aan het einde. We gaan nog wat vragen uit de zaal doen. Ik ben toch even benieuwd, overval je er een klein beetje mee. Maar even gewoon met wat je nu gehoord hebt. Je hebt je bepaalde verwachtingen heb je uitgesproken. Nu heb je wat meer invulling. Waar sta je in het verhaal? Ik heb het grote verhaal nog niet gehoord. Ik heb vooral heel veel ambitie en intentie gehoord. Maar ik ben het er wel mee eens dat het voor jullie waarschijnlijk heel duidelijk is. Hoe jullie tot elkaar verhouden. Maar voor het publiek en de Amsterdammer is het waarschijnlijk nog een beetje vaag. Waar zit de vaagheid nog voor jou in? Of misschien voor al die andere mensen? Nou ja, het is toch de grote vraag. Wat ga je doen met een verkiezingsuitslag? Met een, niet een meerderheid voor jullie. En wel D66 erbij en één van jullie erbij. Of twee van jullie erbij. Of... Ja, zeg maar, dat is natuurlijk denk ik voor iedereen hier nog een beetje vaag. En natuurlijk dat grotere verhaal, dat toekomstperspectief. Ik bedoel, het is Amsterdam moet een sociale stad blijven. Amsterdam moet ook een welvarende stad blijven. Dus een vraag die ik eigenlijk heel graag zou willen stellen, maar ik dacht dat doe ik een andere keer. Ben je bereid welvaart in te leveren om meer sociale stad te blijven? En hoeveel welvaart dan? Maar, ja. Dankjewel, ga lekker zitten. Maar dat was wel even een belanghebbende vraag. Dankjewel daarvoor. Ik zie wel drie mensen, zag ik zo doen tijdens het Floor-verhaal. Ja, maar het kan namelijk niet anders. Kijk, als je zegt, we gaan altijd voor de maximale prijs. Dan betekent bijvoorbeeld bij je grond dat je altijd het aan de hoogste bieder verkoopt. En dan heb je dus geen sociale en geen middenhuurwoningen. Dus op het moment dat je daarvoor kiest en ervoor kiest dat Amsterdam... Kijk, het grote verhaal is wat mij betreft, tuurlijk moeten we groeien. Je kan niet zeggen, we stoppen met de groei. Dat zou asociaal zijn, want dan geef je mensen geen ruimte. Daarbij heb je ook welvaart nodig, want je moet het ook verdienen om het uiteindelijk weer te kunnen uitgeven. Maar doe dat op een manier dat die groei ten gunste komt aan iedereen. Ik zie nu bijvoorbeeld als wij bedrijven naar Amsterdam halen, en dat gebeurt nu heel veel, aan de lopende band gaan we allemaal roepen, oh kijk eens hoeveel werkgelegenheid. Ja, werkgelegenheid voor wie? Is dat werkgelegenheid voor de Amsterdammers? Is dat werkgelegenheid überhaupt voor Nederlanders? En wie wordt dan, wie krijgt daar een baan? Is dat iemand met een mbo-diploma of alleen maar met een internationale masterdiploma? Dat zijn keuzes die je kan maken. Dat kost je geld. Dat kost je absoluut geld, maar het kost je ook je stad als je het niet doet. En dat vind ik nog veel erger, want dan zijn we gewoon... En dat vind ik het grote verhaal. Dat is de grote toekomstvisie. Wat voor stad wil je uiteindelijk zijn in... In 2040. Maar er zitten natuurlijk wel degelijk grenzen aan de groei. Bijvoorbeeld als je het hebt over Schiphol. Dat kan geen verrassing zijn. Wij zeggen met z'n drieën, Schiphol kan niet groeien. Terwijl het regeerakkoord zegt, nee, Schiphol moet vooral groeien. En dat betekent dus ook iets over hoeveel mensen hier naartoe komen. En uiteindelijk betekent het ook iets over hoe huisvesting is. Omdat er wel degelijk grenzen aan de groei zullen zijn. En dat betekent dat je ook... Nou ja, veel regionaler zult moeten kijken. En dat heeft weer allerlei complicaties over openbaar vervoer en economie. Maar dat is... in die zin hebben we ook wel... Nou ja, waren we heel streng dat het maar 2 maximaal A4'tjes mocht zijn. Sorry. Oh. Iemand.
je dwingt natuurlijk heel erg iets af, ook in Den Haag. Als je duidelijk met een verhaal komt over inderdaad een meer uitgesproken, uitgekristalliseerd toekomstbeeld voor die stad. Inderdaad, over inderdaad regionale netwerken, over je positie internationaal, over samenwerking eventueel met Haarlem, Rotterdam, weet ik veel wat. En je merkt dat, ik bedoel, in Den Haag iedereen is gevoelig voor lobby. En dat hele agenda stad die totaal niet van de grond is gekomen, omdat alle steden onderling het er niet over eens waren, is heel erg zonde. Ja. Want dat had wel iets kunnen zijn. Ja. Dus als je iets meer concreet, een soort van, als je uitdraagt wat je wel wil als stad, is het volgens mij, zijn ze in Den Haag vatbaarder voor je verhaal dan als je een soort van in de vaagheid blijft. Maar daar ben ik het volstrekt mee eens. Maar laat ons dan eerst die machtige lobby worden. Want denk je nou echt dat ChristenUnie, CDA, D66 of de VVD staan te wachten op Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP? Nee, natuurlijk niet. Die zijn het mee oneens. Maar op het moment dat wij met elkaar een agenda hebben waarin wij afrekenen met het grote geld wat alleen maar naar Amsterdam kijkt, afrekenen met individualisme waarbij mijn individuele welvaart belangrijker is dan het collectieve deel, en dat verhaal hebben geladen met inhoudelijke onderwerpen waar inhoudelijk ministers ook mee aan de slag zijn, dan denk ik dat wij met een goed verhaal en een goede lobby inderdaad met een hoopvol boodschap bij dat kabinet gaan zitten. Ik wil toch, en wat ander punt wat als Floor maakte is, natuurlijk de kiezers aan zetten, vanaf daar is het allemaal belangrijk, de kiezer, zeker. Maar één ding. Of als die verkiezingen geweest zijn, jullie hebben één keer met z'n drieën meerderheid, dan hebben jullie alle drieën uitsproken, dan gaan we met z'n drieën. Toch? Maar laten we nou wel wezen, als jullie nou net niet de meerderheid hebben en je houdt mekaars handen vast en je hebt er nog maar één erbij nodig, die vind je wel. Dus je kan gewoon hier in deze zaal nu vanavond zeggen, wij houden onze handen letterlijk vast. En als we met z'n drieën een minderheid krijgen, dan lobbyen we net zo hard totdat we er ergens eentje lostrekken. En ik durf te zeggen, die vind je. Dus, ja. En nogmaals, de kiezer is er zet. Laten we dat absoluut niet vergeten. Maar Martijn, waarom ben je hier zo hard naar op zoek? Want waarom zeg jij nu alle macht aan partij 4? Want dat zeg jij nu eigenlijk, hè? Want ja, die drie krijg je als blok. Die zijn al blij dat ze mee mogen doen met jullie. Nee, maar waarom mag het nou niet eens een keer over inhoud gaan? Moet het altijd alleen maar gaan wie gaat met wie? Terwijl de kiezer aan zet is, we hebben een fantastisch verhaal geschreven. Jullie zijn het spel begonnen, wie met wie, Martijn, hier vanavond. Ik vind dat wij een fantastisch verhaal hebben gedaan. Waarbij ik denk dat heel veel Amsterdammers dat hopelijk herkennen en een goed verhaal vinden. Maar laten we dat vertrouwen in die Amsterdammer hebben. In plaats van dat we zeggen, we hebben malingen wat Amsterdammers stemmen. Want wij gaan dit doen. Vanuit mijn perspectief, zo logisch als me wat, zo links mogelijk. En dan kijk ik vanaf links, dus ik kijk vanaf mijn eigen partij, kijk ik steeds iets verder naar rechts. Ja, logisch. Zo doe je dat altijd. Nee, maar laten we kijk, in 2014, als wij elkaar meer hadden vastgehouden, had het anders kunnen lopen. Zeker. En dan hadden we echt die VVD D66 as kunnen breken. En nogmaals, toen hadden we dit niet gedaan, dus het moet wel anders de volgende keer. Hè? Dus stel dat je precies dezelfde verkiezingsuitslag krijgt als dat we hadden in 2014, gebeurt nooit meer stel. Dan is mijn belofte en intentie in ieder geval wel dat we het echt anders gaan doen. En wat mij betreft gaan we ook de dag na de verkiezingen, hoe het ook uitpakt. En je weet, met mijn partij gaat het op dit moment, nou, het is wel eens beter gegaan. Gaan we de dag na de verkiezingen wel met z'n drieën even om tafel zitten om te kijken wat kunnen we nu zo goed mogelijk doen om te zorgen dat dat akkoord, wat er uiteindelijk komt, zo links mogelijk wordt. Oké. Ik laat het hierbij. Van hey, ik was eigenlijk wel voor je suggestie, maar... Oh. Nou, ik heb er eentje nu. Nee, oké, okay, jongens. Maar volgens mij, laten we er ook niet kinderachtig over doen. Volgens mij is het glashelder waar we staan. Denk nou, ik. Jawel. Ik ga dit even nu parkeren. Ja. Ik ga nu naar die sorry, aan de zijkant mag ik heel even wat vingers zien. Ik heb daar die meneer, die mevrouw, deze mevrouw. Nee, u bent al geweest, sorry daarvoor. Dus 1, 2, 3, 4. Laatste vier vragen en dan. Ja, u bent, die reken ik toe. Daarna de tweede helft aan de bar. Die mevrouw, u bent. Ja, goeiedag, Kobi Groenendijk. Ik wil allereerst jullie een enorm compliment geven voor de liefde die hier vandaag wordt tentoongesteld. En ik hoop dat de liefde overslaat. Ik wilde één ding zeggen. We hebben veel over wonen gesproken. Ik zou even over zorg willen spreken. Mm-hmm. En ik ben erg getroffen door wat jij, Rutger, zei. Een van de noden waar we aan lijden is dat de mens en zijn relaties zijn verworden tot dingen. Mm-hmm. Ik wil graag met jullie denken over het feit dat ook de linkse partijen mede oorzaak zijn geweest van de
privatisering van de zorg. En als we denken over wat Amsterdam als gemeente daarin kan bijdragen, zou ik graag jullie idee willen horen. Ik las daar iets over in het manifest. Maar hoe gaan we nou zorgen, bijvoorbeeld in de thuiszorg, maar ook in het feit dat de burgers steeds meer lasten moeten dragen en niet meer collectief dat regelen. Hoe gaan we zorgen dat bijvoorbeeld de ouderen in onze stad die zorg nodig hebben en ook de medewerkers die zorg verlenen een fatsoenlijk loon krijgen en ook fatsoenlijke zorg krijgen. Hoe zien jullie dat concreet voor je? Dank u wel. Wie mag als eerste? Nou, ik wil er wel kort iets over zeggen. Laurens die wilde denk ik ook wel iets over zeggen. Nou ja, een van de dingen waar het volgens mij om gaat is dat zorg betaalbaar is. Hè? Want in zekere zin is de betaalbaarheid van de zorg ook iets waar je ongelijkheid mee vergroot. Een van de dingen die we ook in de gemeenteraad hebben gedaan en waar we volgens mij mee door moeten gaan is met die eigen bijdragers, om die ofwel zo laag mogelijk te krijgen. Maar wij hebben ook hierin duidelijk gezegd dat we juist willen investeren in bijvoorbeeld de thuiszorg. En ja, Laurens heeft, laat ik je zelf maar vertellen, want dat heb je 2 dagen geleden in de krant iets over geschreven. Dat moet je zelf maar vertellen. Ik wil niet altijd het gras voor zijn voeten. Nee, maar ja, we gaan het hier vertellen wat we met elkaar hebben afgesproken. En met elkaar hebben we echt afgesproken dat de regering die kiest heel duidelijk ervoor om te bezuinigen op de thuiszorg. Terwijl je ziet dat steeds meer mensen willen weten waar ben ik aan toe als ik oud word. Ik wil een goede wijkverpleger inderdaad hebben. Ik wil daarop kunnen bouwen. Kiest de regering ervoor om te bezuinigen. Dat betekent ook daar zo, dan moeten we dan constateren. Oké, krijgen we minder portemonnee van de regering. Dan zullen we de Amsterdamse portemonnee moeten trekken. En dat kan. Dat vraagt gewoon keuzes. Dus ja, we zullen erin moeten investeren. We zullen door moeten gaan met eigen bijdragers afschaffen. En ja, uiteindelijk de zorgmedewerker, die moet je centraal stellen. En dat kan je doen op heel veel verschillende manieren. Maar het belangrijkste is dat je zegt, die 18.000 Amsterdammers die hulp bij huishouden krijgen, die zetten we centraal. In plaats van, zoals we vanuit het Rijk doen, alleen maar de eurotjes centraal stellen. En volgens mij is dat alleen maar de een andere manier van het tegenaan kijken. Ja, en daarmee gaan we het Rijk ook nog een keer ontzettend veel geld besparen. Want als je hier niet investeert, dan wordt de zorg alleen maar duurder. Want als je niet genoeg investeert in juist die wijkverpleegkundigen en juist die thuiszorg, dan worden problemen alleen maar groter. En wordt uiteindelijk de zorg daarmee dus ook alleen maar duurder. Dus het gekke is dan wel dat als wij dat doen, dan bespaart het Rijk daar ook nog eens een keer geld mee. Nee, meneer, één moment, ik ga echt... Ik kom zo bij u. Meneer. We zijn even die andere... Zonder microfoon verstaan we u ook slecht, dus dat helpt helemaal niet. Meneer, mevrouw hier op de tweede rij. Die is aan de beurt nu. Wie bent u? Ik ben Annemarie Hoogland. En ik was heel nieuwsgierig naar het onderwerp de kernprocedure in Amsterdam. Amsterdamse kinderen moeten enorme ingewikkelde keuze maken voor hun middelbare school. Dat is een typisch Amsterdams fenomeen. Jullie hebben natuurlijk je pact geschreven vanuit wat er uit Den Haag op je afkomt. Maar het zou mij echt deugd doen als jullie je verhaal verder ook voor Amsterdamse en een antwoord geven op echt typisch Amsterdamse zaken waarvan je zou kunnen denken als linkse partijen dat het sociale en het gemeenschap zijn en een collectief bewustzijn kweken bij jonge mensen onder andere met zoiets als een kernprocedure te maken heeft. Eén van de drie mag even reageren. Nou ja, als dit een aanmoediging is om het pact verder uit te werken, dan neem ik die handschoen graag op. Maar ik neem aan jullie ook. Ja, maar, en we gaan hier, en zeker ook in de Bali, natuurlijk nog ontzettend veel verkiezingsdebatten krijgen de komende tijd. Waarin iets als een kernprocedure, voor de mensen die niet weten wat de kernprocedure is. Dat is dus, als je van de basisschool naar de middelbare school gaat, hoe ziet dan het lotingssysteem er precies uit? En wat voor ons heel belangrijk is, is dat daar eerlijke kansen voor iedereen zijn. Dat je dus niet de kinderen die vooraan staan en al eerst gevoegde keuzes maken, daarin een voordeel geeft. Maar ik denk nog veel belangrijker. Wat je in Amsterdam heel erg ziet, is een enorme categorisering van scholen. Dus categoraal gymnasium, categoraal VWO, categoraal HAVO, categoraal VMBO. Dat voorkomt ontmoeting, waar we het net over hadden en waar Lisbeth ook over begon. En ik denk dat dat ook een enorme belangrijke inzet is. Brede schoolgemeenschappen, elkaar kunnen ontmoeten op school. Daarmee geef je ook veel meer keuzemogelijkheid. Want als je maar een paar goede scholen hebt, dan heb je vooral heel veel kinderen die niet zo'n goede school hebben. Tot zover. We hebben nog 2 vragen te gaan. De ene laatste vraag inderdaad voor die mevrouw. Wie bent u? Mijn naam is Mosca. En zoals net werd gezegd, heeft de kiezer het straks voor het zeggen. En ik wil het even heel kort over die kiezers hebben. Als we kijken naar de opkomstpercentage in Amsterdam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, dan zien wij een neerwaartse spiraal vanaf 2006. 2014 hebben 50% ongeveer van de Amsterdammers gestemd.
En die andere 50%, daar zit een groot deel van de linkse achterban. We hebben een geweldig verhaal, een goed pact. Lauren had het ook over een mooi, fantastisch verhaal. Maar hoe kunnen we nou ervoor zorgen? Wat is jullie strategie om ervoor te zorgen dat dit boodschap ook bij die mensen terechtkomt? Dat zij bewust worden dat zij iets te kiezen hebben. Uw vraag is helder. Dank u wel, mevrouw. Hele terechte opmerking en vraag. Want wij maken ons allemaal zorgen over dat veel mensen niet meer komen stemmen. En ik denk dat er een groot deel daar ook bij zit. Ik geloof er niet meer in. Of ik snap het niet. Want politici willen ook nog wel eens heel ingewikkeld doen en noem maar op. Ik geloof er niet meer in, daar hoop ik dat we vandaag een antwoord op geven. Door te zeggen dat er ook een perspectief is, dat het niet hoeft op door te gaan deze kant op van de individualisering. Dat we ook het echt nog kunnen als stad. Daar hopen we met elkaar een antwoord op te geven. Zodat we ook een geloofwaardig verhaal zetten van oké, als we gaan stemmen, het kan ook daadwerkelijk anders worden. Maar daarnaast zullen we met elkaar, ik neem aan dat heel veel van jullie ook lid zijn van een van deze politieke partijen, zullen met elkaar heel veel naar die mensen toe moeten gaan om dat verhaal ook te vertellen. Want het is mooi dat het in het parool staat en het is mooi dat we het hier bespreken. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk dat dit verhaal de komende maanden bij al die Amsterdammers duidelijk wordt. We kunnen gewoon op onze rug gaan liggen en Rutte 3 ons laten stenigen. Lijkt mij niet een hele goede keuze. We kunnen ook een andere kant op gaan. En dat is het perspectief wat wij hier proberen te schetsen. U krijgt na afloop allemaal 500 flyers. Dan kunt u gaan flyen voor het pact, dames en heren. Dat verwachten wij zelf heel veel van. Ik dacht eigenlijk die meneer. Ja. Want die is de laatste vraag. En ik hoop dat u een goede vraag. Dat is altijd een hele belanghebbende, doorslaggevende vraag. Wie bent u? Mijn naam is Bas Streuber. Ik vroeg mij af, ik vind het fantastisch, maar het komt toch een beetje op mij over als een soort intentieverklaring om samen te werken. Waarom hebben jullie niet een gezamenlijk programma geschreven, wat je op speerpunten met elkaar eens bent? Ja, u wekt wel een beetje de indruk dat u ergens halverwege een tikje ingedommeld bent tijdens de bijeenkomst. En daarna weer terug, weer, zou ik maar zeggen. Ja, even, mag ik met u wel vinden, meneer. Ik heb uw vraag echt gehoord. Ik combineer uw vraag met een opmerking die hier aan de zijkant komt. Er wordt iemand geschreeuwd hier, hoe kunnen we meedoen? Ik durf te zeggen, vanaf hier al, dat er een soort energie wel in die zaal is, dat er een soort honger zit naar een volgende stap. Mag ik hem zo vertalen? Is dit het pact? En nu gaat iedereen direct de eigen verkiezingsprogramma doen. Dat is ter afronding, want we gaan afronden, dames en heren. Ik ga u echt aan de bar parkeren, ik beloof het u. Is dit het eindpunt? We hebben aan de keukentafel gezeten, dat was het. Of, bijvoorbeeld met mensen die mee willen doen, of die er een extra klap op willen geven. Is dit een eerste aanzet tot wat dan ook? Maar wij gaan natuurlijk, wat GroenLinks heeft het al gedaan. We hebben natuurlijk een eigen verkiezingsprogramma, een eigen kandidatenlijst. Dat soort dingen zullen er gewoon zijn. Maar ik zou wel heel graag, half november, eind november. En dan niet zo dat u daar zit en wij hier. Maar met elkaar een bijeenkomst beleggen. Dat we gewoon op deze onderwerpen doordenken en doorwerken. En er zijn misschien wel andere onderwerpen. Ik zou op lokale democratie. Zo zijn er nog wel wat meer onderwerpen. Zou ik wel echt door willen denken. Wat mij betreft kan iedereen daar ook graag aan meedoen. Dus niet alleen uw eigen de achterbannen van de drie partijen, maar... Nee, maar dat is wat mij betreft open voor iedereen. Goed. We beginnen in Zuidoost, wordt er geroepen. Regel jij dan even een zaaltje? Ter afronding, want we zitten in de afronding. Maar die meneer ook, en ik heb natuurlijk heel veel... Kijk, ik vind het alleen maar een hele positieve stimuli. Want er is blijkbaar honger naar meer. Dat is een beetje zoals... Mijn dochter vraagt wel eens... Mag ik een snoepje? En dan zeg ik ja. En zeggen ze, mag ik er twee? Dat herkennen ouders. En dat is omdat het lekker is. En misschien is dit een soort verkering die misschien in een huwelijk moet. Maar als je op de eerste dag al meteen... Maar dan zou je... Als je een huwelijk hebt, dan hebben jullie... Als je die metafoor pakt, hebben jullie op zijn hoogst net een hotelkamer geboekt met z'n drieën. Dus Martijn, misschien moet dan nog niet de vraag gesteld worden, gaan jullie ook met elkaar trouwen? Maar het is niet uitgesloten. Okay. Sterker nog, volgens mij vliegen de vlinders door de lucht. Okay. En wat ik dus heel mooi vind en wat Rutger net ook zegt, laten we dan ook die energie vasthouden en dat dus ook vooral met elkaar gaan doen. Dus ik vind het onwijs goed om inderdaad dit door te zetten. En dan niet inderdaad wij hier, jullie daar, maar met z'n allen gewoon doordenken hoe kunnen we dit zo goed mogelijk starten. En dan dus niet alleen in de punten die erin moeten komen, maar ook zeker die vraag die mevrouw daar stelt, want die vind ik echt heel relevant. Hoe zorgen we dat alle Amsterdammers meedoen en inderdaad de keuze maken voor een sociale toekomst voor Amsterdam, want daar gaat het eigenlijk over. Daarmee zijn we aan... Ja, dan mag je even applaudisseren. APPLAUS
zijn we aan een dynamische avond gekomen. Ik dank u voor uw 2 uur durende aandacht en vooral ook uw inhoudelijke bijdrage. Geef ze maar 1 keer warm applaus. Laurens Ivens, Marjolein Moorman, Rutger Wassing. Dank jullie wel. Ik stel voor dat jullie gewoon eigenlijk even gaan staan. Even gaan staan. Je hoeft elkaar niet te omhelzen, maar je kan wel even een fotootje maken, dames en heren. Ik dank u voor de aandacht. Tot volgende keer, hè. Kijk, daar staan ze. Ja. Het pakt in beeld. Ja, je hebt zich gered, hè? Ja, komt goed.